Hebben we ook een kaartdek? Ja. Oké. Okay. Ik heb een kaartdek. Nee. Ja. Doe normaal. Ja. Echt waar? Ja, echt waar. wat de fuck? Ja. Dat, dat wist ik niet. Nee, dat begrijp nee? ik. Er uh, ligt hier ook pontief op tafel. Ja. Nou, ja we kunnen ermee beginnen als je ja, wil. Laten Dan we ermee beginnen, ja. Dan is het gelijk de Even een kaartje uh, trekken. Dus het is... Uh, ja, nou ja. Het zijn vragen. Echt waar? Ja. Je mag, maar eigenlijk, eigenlijk zou ik wel een beetje willen sturen. Oké. Okay. Want er zijn dus verschillende categorieën. Wow, wat vet! Zelfontwikkeling. Lief... Hij is wel mooi, hè? Dank je wel. Liefde en intimiteit, spiritualiteit, maar ik heb op het laatste moment één categorie toegevoegd. Ouderschap. Ja. Ik zie hem. En dat vind ik, nou ja, niks moet, maar ik zou zeggen. Uh... Wat mooi ontworpen, mooi design, mooi met die kleurverloop, echt prachtig. Ja. Ja. Nou, dat ik vind het echt heel mooi. Ja, dan gaan we ouderschapskaartje Dom. trekken, toch? Dat vind ik dan wel echt gezien het thema. Voor de duidelijkheid, dit is Koekeroe, maar dat wist je wel. Ja. En misschien <laughs> heb je ook wel het onderwerp gelezen. Marike van Meijeren is hier. Graag gezien een gast van de Bewustzijnsschool. Uh, en gewoon Marike van Meijeren. Uh, en zij heeft een boek geschreven. Brieven aan mijn dochter. Ja. Nou, ik heb ook een dochter. Uh, dus ik, ik, hier, er staat bij korte verhalen over bewust moederschap. Maar is, oh, ja, ouderschap. ouderschap hè? Nee, bedankt. Ja, Oké, okay, dat wilde ja. ik even zeggen. Ja, uh, Mannen mogen makkelijk. Oké, okay, here we go. Een ouderschapskaartje. Nou, dan gaan we hier dus mee beginnen. Dus, dus is mijn vraag aan jou? Of... Ja, dat is een beetje de vraag. Laten we hem gewoon alle twee beantwoorden. Ja. Oké. Okay. Wauw. Hoe kun je kind, kinderen iets bijbrengen dat je zelf nooit hebt geleerd? Oh, grappig. Wow. Deze komt dus echt letterlijk uit een gesprek uh, wat ik had met Bram Bakker. Dus ik, dus ik telde hem deze vraag en toen dacht ik, ja, deze flikker ik ook in mijn eigen kaartdek. Hoe lang heb je je kaartdek dan nu? Nou, uh, nou het is nog nul van vorig jaar, dus een paar maanden. Oh ja. Ja, ik, ik, ik weet ja. je, dit is gewoon meer een soort gekkigheidje. Een soort hebben dingetje. Het is, Echt uh, heel leuk. Uh, ja, het is een super Ik vergeet ook. ook eigenlijk de link in de beschrijving. Het is gewoon namelijk van vertellers die helemaal die kaarten maken. Op hun site staat het. Het is vooral uh, ja, voor een leuke avond. Of ja. een diepgaande. Dat je de feestdagen net even wat meer diepgang geeft. Of whatever. Ja, 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 ja. ja, dus hoe kan je je kind iets leren wat je zelf niet hebt gehad? Ja, dit, is, dit was letterlijk is een vraag van mij. Ik voel nu als. In, inmiddels papa geworden zijnde wel, dat dat wel degelijk kan. Soms denk ik dat ik wel een beetje aan het overcompenseren ben als het gaat over hè, uh, lichamelijk uh, contact. Maar misschien is dat, ik, ik bedoel, ik zeg niet dat mijn ouders dat niet hebben gedaan, zeker niet als baby zijnde, maar ik heb dat op een gegeven moment wel gemist. Dus ik geef Jozefine dat overdadig, maar ja. Knuffels en kussen. Yeah. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, dat nou Maar er, er is niet iets als dat je uh, te veel liefde kan geven. Toch? Gelukkig. Nee. nee. Dat is wetenschappelijk bewezen dat kindjes niet uh, als ze straks jong volwassenen of volwassenen zijn, dat ze daarmee een soort trauma of iets nee, hebben opgelopen. Nee, van ik heb te veel knuffels van mijn moeder gekregen, dus nee. daarom gaat het nu niet goed met mij. Nee. Nee, dat is er niet. Dus. Ik zou gewoon zeggen: ga gewoon lekker door met die waterval. Bedankt. Ja. Maar wat, wat, wat doet deze vraag met jou? Waar moet jij aan denken? Oh, ik zit eigenlijk inderdaad, wat jij net zei over dat lichamelijke contact. Maar toen dacht ik: ja, dat heb ik mezelf toen op een gegeven moment geleerd. Omdat ik me er bewust van werd dat ik lichamelijk contact lastig vond. Met je kind ook? Of in nee, je, jouw opvoeding? Nee, opvoering? toen was ik twintig. Ja, ja oké. Okay. Toen werd ik daar enorm mee geconfronteerd door een nieuwe vriend die ik toen kreeg, die hmm. zei gewoon letterlijk... dit is niet normaal hoe jij... Uh... Helemaal verstarden bij een aanraking? Uh, ja, maar ook gewoon uh, intiem zijn. Of gewoon zeggen hoe het is, of seks ja. hebben... en dan ja. vervolgens gewoon ernaast liggen. Ja. En daarna gewoon naar de douche lopen, tanden poetsen. En <laughs> gewoon zeggen, ik ga alvast uh, naar het restaurant... om even een thee te drinken. Dat, dat is wel in alle eerlijkheid... Uh, de status quo van de Rieke destijds. En ik weet nog wel dat hij maar daar toen, hij nou, was helemaal over de zeik. Ik, ik, ik mag hier toch wel. Ja, je mag alles over. zeggen, ja, ja. Ja. En, um, <laughs> ja. En toen kwam hij dus bij dat theehuis in Amsterdam. En, uh, en toen zei hij dat. En ik weet nog dat echt zoiets zat van, wat heb jij nou over, weet je wel? Wat doe je nou moeilijk? Of wat ben je emotioneel? Hè? Dat dacht ik allemaal wow. nog toen. En toen ben ik toch naar huis gegaan. en toen heeft me dat toch wel wakker geschud. Toen ben, ik er wel, toen ben ik er zelf gewoon mee begonnen met mensen knuffelen en aanraken. Want dat deed ik dus eigenlijk daarvoor ook niet zo nee. heel erg. En dus iets bijbrengen wat je kindje. wat jezelf dus niet geleerd hebt. dat je dat bij je kindje. dat je dat bij je kindje wel kan bijbrengen. Ik denk wel. als er geen bewustzijn op zit. Ja. over iets wat je. je kindje wil leren, maar je hebt er geen bewustzijn op zitten. Dan kan je niet iets overbrengen. Nee. Want je weet het je gewoon weet het niet. Je, niet. Weet het niet. Nee, nee. je weet het niet. Dus dat is best. Dus, daar dus, komt deze vraag ook vandaan. Ja, dus je hebt bewustzijn in eerste instantie nodig. over ja. iets wat je gemist hebt zelf vroeger. Ja. voordat je het zelf iets kan geven. Want anders le leef je gewoon met uh, je hoofd in de emmer. Nee, maar wijs, goed. Van. Maar dit is een beetje de mindfuck. En vind ik gevaarlijk hoe we ja. je dat. Je, ja, je weet niet wat je mist als je het nooit hebt gehad. Nee. Met hele concrete dingen weet je het wel. omdat je het overal om je heen ziet. maar met dit soort, nou ja, lichamelijk contact bijvoorbeeld is niet is vrij subtiel of zo. Dus dat is wel een ding en ik, uh, ja, ja, ja. ja, bewustwording. Ja. Als ik me er niet bewust van ben dat ik niet knuffel bijvoorbeeld, ja, dan kan ik dat niet nee. mijn kindje meegeven omdat nee. ik gewoon denk dat ik serieus gewoon helemaal normaal ben en normaal mijn dingen doe. Dus... Maar ik vind het wel, ja, het is altijd fantastisch hoe er dan natuurlijk uh, specifiek een vraag uitkomt. Ja. Want ergens nou ja, als ik gewoon kijk naar jouw boek, brieven aan mijn dochter. Dacht ik ook wel gelijk. Ja, maar is het niet zo dat jij jouw eigen helderziendheid, voelendheid. hoe heb jij, hoe omschrijf je dit mooi? Heb jij ja. hier een woord voor? Ik geef het niet echt. Nee, maar je, Ja, mijn intuïtie. Ja, ja oké, okay, dat noem je intuïtie. Maar intuïtie hebben we allemaal. En ik herinner me nog heel erg goed van het vorige gesprek. Ja. dat ik gewoon een beetje dacht, oh, oké, okay, dat wat jij hebt, dat hebben we eigenlijk allemaal, alleen het is bij de ene wat beter ontwikkeld dan de ander. Ja. Toen was jij best wel van nee, 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 zo is het niet. Nee, maar dat is um, welk kanaaltje je hebt. Dus je hebt intuïties, de hoofdkanaal, de dat hoofdweg. Dat hebben we allemaal een beetje. Nou, daar gaan we het zeker nog de over hebben. De ja. hoofdweg. Ja. En we hebben allemaal een soort zijtakjes ertussen. Dus zij hebben we allemaal. We hebben allemaal een zijtak. We ja. hebben de hoofdweg en we hebben een zijtak. Ja. En sommige mensen hebben alle zijtakken, en sommige ja. hebben drie zijtakken. En, en sommige hebben één zijtak. Een zijtak is bijvoorbeeld: ik begrijp mijn intuïtie door middel van dat ik weet dat ik helder kan zien, of ja. dat ik helder kan horen of helder kan voelen. Of, hè, dat zijn al ja. die zijtakken. Maar die zijtakjes kan je niet er zelf bijbouwen en trainen. Nee. Dat je, nee, nee, precies. Nee. Dus het is wel een soort. Aangeboren ja. gave. Gift, zoiets. Ja, ja cadeautje. Ja. Ja. En toen dacht ik dus van... is het niet zo dat jij... jouw eigen aangeboren cadeautje, gift... een beetje projecteert op je dochter? Want dat... Ja, nou ja, dat is een vraag, hè? Nou, ik denk dat... Ik denk dat we, dat we met Wichert... hadden we het daar ook over. Was hij daar kritisch op? Of hoe... Nou, op een gegeven moment merkte ik in het begin dat ik er toch best wel uh, was ik er mee bezig. Misschien was ik ergens latent mee bezig van wat zal zij meemaken en hoe werkt zij en, Zoals uh, iedere uh, ouder dat ja, waarschijnlijk en, hopelijk uh, gezien hoe is. werkt zij uh, intuïtief of spiritueel ja. hè? hoe werkt dat bij haar? En ik denk ergens dat ik um, een idee had dat zij misschien uh, veel, veel zweveriger of veel, veel meer daarmee zou hebben. Dat, dus dat heb ik zeker gehad, totdat ik me op een gegeven moment realiseerde... een paar jaar geleden van nou, Lea is gewoon super aards en lichamelijk, heel lichamelijk, en die zegt dus gewoon, we ja, dus hebben natuurlijk wel uh, scenario's meegemaakt die, uh, oh mama, je bent blauw of de hele ja. kamer is blauw of, en dan denk ik wel ook, oké okay, leuk, weet je ja. wel dat, of Mama, er staan allemaal lichtvrouwtjes op. het... Precies, dat uh... heb ik precies opgeschreven. Ja. Maar dan dacht ik, maar dat was wel omdat ze daar zelf mee kwam. Dus niet dat ze dat nee. ging zeggen, omdat ze toevallig haar moeder een paar keer had. Uh, nee, okay. nee, 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 nee. Dus en ik ben, ik ben daar zelf ook niet uh, op zo'n manier zelf ook niet mee bezig. Nee. Ik ben niet een vrouw die in huis gaat een soort zitten. Wat, uh... En allemaal dingen gaat nee. doen. Nee. Weet nee, je wel? Nee, nee. Dus nee. ik denk dat dat ook belangrijk is om te vertellen dat ik uh, dat soort dingen gewoon niet. Nee, doe. Nee, nee, dat vind ik goed. En jezelf. ook niet. Uh, trainingen of workshops of nee, dat soort dingen. Nee, 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 gisteren toen had ik nog een telefoontje of ik mee wilde naar een bepaald land. Toen zei ik, nou, waar heb je me voor nodig? En <laughs> toen zei diegene, ja, nee, um, ja, we gaan gewoon een beetje kijken wat het is. Ik zeg, oh, dus het is een retret waar je me in wil hebben. Ze zei, ja, 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 je zou dat lepeltje aan kunnen hangen. Ik zeg, oké, okay, <laughs> maar dan is het wel heel duidelijk dat het een retret is... in plaats van dat je me uitnodigt voor iets. Weet je wel wat... Ja, zo ja, neergezet ja, ja, ja. wordt. En, uh, en, dan, en dan is mijn antwoord ook altijd van nee, dat hoeft niet voor mij. Nee. Ik vind het fijn om mijn geest helder en schoon te ja, hebben, ja, ja, ja. zonder al te veel input. Maar om terug te komen op de lichtvrouwtjes. Ja. Dus Leetje, die was toen, denk ik, 2,5 of zo. En uh, ik had haar in bed gelegd. En uh, tien minuten later kwam ik kijken. En toen stond ze naar uh, buiten te kijken in het raam. Het was toen zomer. En toen zei ze, er staan allemaal lichtvrouwtjes op het weiland. En ze oh, Oh, Oké. Okay. Vind je het fijn dat de lichtvrouwtjes er zijn? Ja. Weet je, dan hoor je dat een beetje. Oké. Okay. En dan zegt ze uiteindelijk wel: Nu niet meer. Nee. Oké, okay, en dan wil je dat zelf eventjes vertellen dat ze weg moeten gaan of moet mama je even helpen? En dan is wel: ja, mama moet me even helpen. En dan help ik haar. Maar ja. ik ben niet met haar in die mate bezig. Nee. En ik geloof ook niet dat dat heel erg gezond is. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, ja. Aan de andere kant, ik ben blij dat jij hè, hier zelf ervaring mee hebt, want hoeveel moeders ze zouden zeggen: wat lul je nou, licht? Gordijn, gordijn dicht, gordijn dicht. Doe even normaal. Ja, nou ja. Wat weer met net? Ja. Jij altijd met je verhalen. Ja, dat zou nog erger zijn, toch? Dat is in dat opzicht. Nee, en ik vond het 1 een, een nog wel hier houden. Dat vond ik echt mooi. Dat er wel tussen jullie dan een soort. Ja, natuurlijk is er tussen jullie een band. Uh, ja, want. Uh, Gelukkig. Uh, ja, precies. <laughs> maar als het hierover gaat, met die, met die extra laag, om het zo maar te zeggen. En, en, uh, ja, een verhaal waarin zij bijna een beetje boos tegen jou zegt. Ik zei toch dat ik een cracker wilde. Ja. Wat ze letterlijk niet uit had gesproken. Ze had het wel bedacht. Jij voelde het ook eigenlijk wel. Maar eh, dus dat is. Ja, voor mij. Als buitenstaander wel ja fascinerend. Ja. ja, dat is een verhaaltje in mijn boek. Dat gaat over dat... ...zochtens uh, uh, boterhammen smeren. Ik vraag aan Lee, uh, wat wil je eten? Lee zegt niks. En vervolgens... Denkt zij dus, ik wil een cracker. Ik vang het op, ze wil, oh, ze wil een cracker. Maar ik denk toch, oh, maar ik heb die boterham al ja. in de broodrooster gedaan. Dus ze dus krijgt gewoon een boterham. En terwijl ik die boterham aan het smeren ben, denk ik, ja, ze wil een cracker. Maar ja, laat me zitten, weet je wel. Want die boterham is al klaar. En vervolgens staat die kleine gup naast me en die zegt, ik heb toch gezegd dat ik een cracker wil. Wat ze niet gezegd had, Wat wel ze niet gedacht. gezegd had, maar, en dan, ja, dat is, uh, ja, int intuïtief of telepathisch telepathisch, ja. wat je allemaal kan zeggen. En dat is wel wat Leedje wel heeft. Maar daarin hebben jullie dus echt wel een soort lijntje. Ja. Of nou, een soort, een lijntje. Wat ja. mij, ik zit gewoon even heel erg het huiselijk tafereel voor te stellen, mm -hmm. wat mij voor iemand als Wigert, uh, Wigert Meerman, uh, een graag geziene koekeroegast, ja. ook, nou ja, jullie kunnen hele gesprekken hebben terwijl het veel aan tafel is. Ja. Ja, ja. ja soort van wel. Ja. Maar, maar lee is wel... Ja, dat gaat natuurlijk met een beetje raampjes of zo, weet je wel. Ik bedoel, je kan natuurlijk daardoor heel goed op elkaar inspelen en je ja. bent wel uh, zo. Maar ik denk, ik denk dat Lee, Lee en Wigger zitten nu momenteel wel echt samen in een gezellige boot. In de zin van dat hij nu, af en af dat ze twee was, dat hij uh, chichichu, of persoon, ja, ja. Ja, hoe ik het uitspreek. Uh, aan het doen is. En nu is ze natuurlijk zes. En ze, ja. ze is best wel potig. Ja, okay. En zij, wel. Uh, zij vindt het ja. echt helemaal relaxed om met hem te stoeien. En echt best wel hard, weet je wel. Ja. Dat ik soms even denk. Ja. Ik ga nee, maar even dit... de andere kant ja, op kijken. Precies. Dus, dus ja. Lee is meer, meer dat. Ja. En dus het, het zweven. Of het. Uh, ik kan bijvoorbeeld wel eens aan de tafel zitten en uh, dingen vertellen. Of dat ik dan uh, dingen al op voorhand wist en dan zegt Lea, dat kon niet mama. Weet je wel, dat is Lea. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel weer gelijk de hele aardse en de normaliteit van de realiteit ook terugbrengt. Dat ik niet een dochter heb die, oh, het is, ik, kan, ik heb vandaag alien 500 op mijn bed nee, gehad. Nee. Dus Lea is gewoon, ik ga liggen en ik ga tukken. Ja. En, uh, maar we hebben dus natuurlijk wel daarin leuke deurtjes van ervaringen. Ja. En daar mogen wij door een kiertje meekijken in, mee in ja. Ja, het boek dat hier voor me ligt. Ja. En ik heb het natuurlijk in de fase waarin ik zit, sowieso. Uh, maar ik denk voor iedereen, ik heb, ik heb er echt van gesmuld. Want het zijn ook een soort. Ja, bijna een soort sprookjesachtig in. Zoals jij dat mooi kan omschrijven. Dat weet ik ook nog van je vorige boeken. Gewoon, gewoon heel. Ja. Uh, hoe zeg je dat? Aankledend. En, en de natuur beschrijvend. En hoe jij. Allerlei uh, le lekker aan koken bent, en het zijn heerlijke plaatjes. Ja, yeah. uh, en dan, uh, daarom heb ik het helemaal gesmeld, dat wilde ik zeggen. Inderdaad, ook af en toe wel dat papa gewoon net even te hard uh, zijn dochter in, de, in het meer gooit en zo. En dat, dat, is, ja, yeah. nou, dat is nu al, nou niet echt, want uh, nou ja, Jozefine is vier maanden vandaag, dus dat is daar, gooi ik nog niet mee. Maar yeah. je, je voelt de verschillen wel. Ik denk, denk, want dat wordt mij wel eens gezegd, uh, en dat eigenlijk dochters altijd heel erg naar hun vader toetrekken. Een lichte wens, nee. Nou ja, nee, nee, Ik wil kijken in de basis. Het is geen wedstrijd al. Nee. Maar ik, ik, denk het. Ik, ja, ik ken het wel. Ik, uh, als ik gewoon ook kijk naar mijn eigen zus en uh, ja, nee, ik bedoel meer te zeggen. Er komt een dag en het, nu is ze zes en zal ze al wel de eigen mening kennen, zoals ze net zegt. Yeah. Maar jullie, er, dat lijkt me, ja, dat is wat prematuur Maar er komt een moment dat jullie echt uit elkaar moeten. Als in, dat hoort er gewoon bij. Ja, yeah, dat ze het huis uitgaat, bedoel nou, je. Nou, oké, okay, ja, maar ook gewoon dat ze. Wow. Ja, daar zitten we nu een beetje in. Ja, dus bijvoorbeeld van de week hadden we voor het eerst oh, dat, dat, uh... dat we meemaakten. Uh, wat was het nou ook weer? Ze deed, uh, ze deed gisteren zelfs. Gisteren deze. Toen wilde ze nog één spelletje spelen na het eten. Toen zeiden wij nee. Toen bleven we dus gewoon. Nee is nee. Nee is nee. Nou, dan gaat ze van alles natuurlijk uit de kast trekken. <laughs> en dat um, was in de woonkamer. Vervolgens staat ze op. Loopt ze door onze keuken heen, loopt ze door de hal. Smijt ze zo de deur dicht. Loopt ze naar de kamer. Smijt ze haar de eigen deur. Dicht, zet ze een mand met speelgoed voor de deur, zodat je niet binnen kan komen. Wat ja, natuurlijk echt top. super schattig is. En wij zaten met z'n tweeën in de woonkamer echt. Ja? Wow? Oké, okay. weet je wel. Dit gebeurt nu. Dat hadden wij nog niet meegemaakt, weet je Dat is een hele nieuwe fase van ouderschap waar je in komt ja. weet je wel. En hoe ga je daar dan weer met je mee krijgen? Nou, dat, en... dat, en, nou, dat is dus niet um, wat natuurlijk... My, onze ouders of van andere generatie ouders, die zouden gewoon naar de deur lopen en zeggen, hé, hey, doe niet zo gek, weet je wel, wie is hier de baas? <laughs> ja, dat dus is zo ja, zeggen ja, ja. Je moet naar mij luisteren, of ja. hè, very top down, of ja. hè, geen verbinding makend. En het gaat uiteindelijk over in ouderschap of je de verbinding kan herstellen en de verbinding kan hebben met, met je kind, maar vooral dus ook met jezelf. Dus vervolgens staan we daar met z'n tweeën en de ene keer kan Wichert het goed en de andere keer ik, weet je wel. Dus dat is natuurlijk een 1 tje wat je met jezelf ook hebt. En vervolgens loop ik naar de kamer. Nee, we liepen met z'n twee naar de kamer en Wichert die gaat dan kloppen. Ja. Hallo? En dan de deur. Wat doe jij nou? Weet je wel, dus je gaat er een beetje in mee. En dan zie je haar een beetje zo mokken met dat hoofdje zo. En dan vervolgens is het wel van... Uh... Oh. Uh, ja. Ik zie jij dat het even niet zo leuk vindt. is oké, okay, dat begrijp ik wel. Weet je wel, ik begrijp het. Wil je dan even op mijn rug en dan kunnen we even terug? Ja, en dan zit ze zo op je rug. Ja. En dan zit je zo in ja. de woonkamer. Ja. En dan, nee, ik wil niet, dan niet naar bed, hè? want naar bed gaan is natuurlijk. Ik wil echt als langste opblijven. Dat, natuurlijk. <laughs> want opblijven is tof. Maar vervolgens is het gewoon van. Uh, ja, we gaan toch tanden poetsen. Het is bedtijd. Ja. Wil je bij mama achterop of wil je dat papa je bij de voeten beetpakt? In plaats van, hè, wat A ik soort. ook wel eens zou kunnen doen. Of als Wigger er dan niet zou zijn. dat ja, De kom op Lee, weet je wel. Uh, doe nou even niet zo. Mm -hmm. Of uh, loop nou even mee. Het is gewoon bedtijd. Weet yeah. je wel? Die, met die toning ga je hem gewoon niet krijgen. Want dat zorgt het eigenlijk alleen maar voor nog meer strijd, meer, ja. nog een groter gat. En uiteindelijk ben je dus nog langer bezig met deze ja, 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 uh, Henk... Met die je opgeworpen ja. hebt, dan, dan met het andere. Dus uiteindelijk, binnen tien seconden zit ze op je rug. Binnen de andere tien seconden zit ja. je in de badkamer, ja. je tandjes poetsen... en je leest een verhaaltje. En vervolgens kan je de deur dicht doen, ja. snap je? Dus het ja. heeft helemaal met de benadering te maken... waar je je kindje mee aanspreekt. Ik verwacht wel dat over tien jaar... <laughs> Dit allemaal wat anders is. Hoe zeg je dat? Dan is het datzelfde game aan de hand. Maar dan uh, nou, ...dan kan jij je de rug op, zeg maar. Maar is dat wat bewust ouderschap is? Want dat is, ik, ik ken de term en ik. Uh, nou ja, Ik vind het natuurlijk. Uh, ja, ik, ben, ik hou er heel erg mee bezig. Ik ben nog helemaal niet aan het opvoeden. Want ik ben vooral aan het verzorgen, zou je kunnen zeggen. Maar natuurlijk lees ik er wel het een en ander over zonder het helemaal kapot te lezen. Maar hoe zou jij bewust ouderschap, als je er een definitie van zou moeten maken? Ik geloof dat bewust ouderschap gaat over de verbinding met jezelf... en de verbinding met je kind en je omgeving. Ja. Ja. En dat je je bewust bent van de dynamieken die er in jezelf gebeurt. Ja. Met alle knoppen die ja. afgaan bij een kind. Ook al is het vier maanden, dan ben je eigenlijk nee, ook al Aan bezig. Het ja, ja, je bent eigenlijk ja. al... Ja. Al vanaf nou ja, dat het geboren ja. wordt, vooral Tuurlijk. voor de vader en dan niet de moeder, maar vooral voor de vader. Als, als het kindje er eenmaal is, ben je eigenlijk wel aan het opvoeden. Van hoe ja. ga ik ermee om? Hoe, ja, be, hoe benader nee. ik de baby? Ja. Um, hoe ga maar, ja, weet je wel, wat voor tijd spendeer ik ermee? Hoe praat ik met mijn baby? Weet je, het, is, het zijn eigenlijk al die facetten die ervoor gaan zorgen dat uiteindelijk als Josephine 2 is, dat je daar een hele andere understanding mee hebt. Ja. Nee, jij schrijft dat ook en zo voel ik het ook voor de duidelijkheid. Door baby's begrijpen alles, ze voelen wat je zegt, ze weten en dat is yeah. alles is absoluut waar. Ja. Yeah. Maar ik ben toch benieuwd, ook een beetje, zo weer terug naar bijvoorbeeld het voorbeeld wat je net geeft. Ja, ergens, ja, er komt er toch of komen er toch momenten dat je gewoon een beetje met, ja, zo is het nou eenmaal, zo moet het nu even omdat ik het zeg of is dat dan, een, want ja. Ja. Ja, toch? Ja. Nee, oké. Okay. Ja, je moet een duidelijke leider zijn. Ja. Nee, precies. Ja. Dus bewust ouderschap is bijvoorbeeld niet voor mij dat ik met haar meevlieg. Nee. En ik geloof ook niet dat dat juist ouderschap is. Of we daar iets op mogen zeggen of niet. Maar ik geloof in hele duidelijk uh, leiderschapskills, om het gewoon zo te zeggen. Dus bijvoorbeeld mijn ja's een ja mijn nee's en mijn is een nee. Ja. Als ik... Uh, tegen Lee nee zegt, dan weet ze dat ze bij mij eigenlijk niet veel meer te zoeken heeft. En dat, en dat is heel belangrijk, ja, ja, ja. want daardoor met jouw ja en jouw nee en jouw duidelijke leiderschap geef jij heel veel veiligheid aan je kindje. Want zij voelt bij papa: ben ik veilig, ja. omdat papa heel st steady en stur in, zijn, in, zijn, in zichzelf en in zijn woord staat. En het is niet over van. Uh, nee. Ja, oh, oh nee, ze wil toch nog een koekje. Of... Nee. Dus in het uh, voorbeeld van daarnet. Je, je, er is begrip voor het feit dat ze niet naar bed moet. En, en ze, maar uiteindelijk moet ze wel naar bed. Ja, ze gaat gewoon naar bed. Ja, ja, ja. ja. ja mooi. Nee, ik wil niet de hele tijd blijven hangen op de echte puberteit. Maar, <laughs> maar gewoon meer als ik denk, als dit nu al is als ze zes is. Maar goed, dat is gewoon... Ik uh... hoop niet dat ze zo wordt als ik hoor. Nee? <laughs> nee. Ja, ik denk, dat, dat wil ik zeggen, maar dat is echt... En uiteindelijk gaat ze er uh, van smullen. Ja. Maar ik denk dat er ook een moment komt dat ze dit boek echt niet leuk gaat vinden. Gewoon Tuurlijk. Ja. tuurlijk. Ja. Ik hoop het. Je hoopt het? Ik hoop het. Oké. Okay. Ik hoop dat ze... Ik hoop het. Want dat betekent dat ze een eigen sterke identiteit heeft. En uh, goed verbonden is met haar eigen innerlijke gevoel. En dat ze dat ook kan me ja. En dat doet ze nu ook hè, als ja. ze iets echt niet oké okay vindt. Ik, ho ik hoop het, want het heeft te maken met de vorming van een jong volwassene die zichzelf kan laten staan in de wereld. En ik geloof dat dat het allerbelangrijkste is. Wij moedigen haar ook aan, weet je wel, als ze met ideeën komt of, um, um, of ze zegt ja, of ze zegt nee. Oh ja, maar zou je eens met een ander idee kunnen aankomen waar papa en mama dan naar kunnen luisteren, weet je. We, je wil uiteindelijk een zelfnadenkend individu. Hmm. He, naast, ja. We zitten hier niet over bewustzijn en dus we gaan even niet, voor mij is dat ook uh, niet daarin te gaan. Maar dat is wel een, zel, een zelfredzaam kind om ook te vertellen over wat de realiteit is in de wereld die buiten op ja, haar wacht, weet ja. je wel. En die, die is er ook. Ja. En dat is dus, het, is, het, het, het geeft haar alleen maar ruggengraat. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat ze uiteindelijk uh, zich van me af wil bewegen. En, en hoe ik daar dan weer mee omga. Nee, precies. <laughs> weer... nou, ik, ik heb het hier laatst ook over gehad, omdat uh, ik dat fascinerend vond dat ik het nooit zo had bedacht. En ineens, ik bedoel, ik heb sowieso respect voor mijn ouders en, en nu alleen mijn moeder nog. Maar <laughs> eh, toen dacht ik wel van, oh, die doet zij heel goed. Dat het er namelijk echt om gaat dat er een moment komt. En, en daar zijn we alle twee nog lang niet. Uh, dat je dat ze echt dingen zonder je kunnen doen. Terwijl ouders, heel veel ouders vinden het natuurlijk toch wel lekker als ze nog steeds, zelfs als ze 30, 40 zijn, worden ge, eh, door de, de kinderen, dan bedoel ik worden gebeld met oh, pap of mam. En eigenlijk, nou ja, ik vertaal het nu niet zo mooi, maar eigenlijk is dat dus niet zo goed. Er moet een moment komen dat je kinderen je echt niet meer nodig hebben. Ja. Wat, wat best wel confronterend is, ik wil er nu nog niet eens aan denken. Nee. Maar ook weer wel, ja. En wel, want dat is wat jij nu ook zegt: dan heb je het goed gedaan. Yeah. Ja. En dit is, realiseer ik me, een vrij intieme vraag. Maar omdat we het hier toch zo over hebben, is er. Ja. Um... Hmm. <laughs> nou, kijk met waarden, normen en afstand nemen. Wij, nou ja, wij hebben het daar nu al over, wat vrij vroeg is. Maar ik geloof wel in dat broers of zussen ook heel erg kunnen bijdragen aan. Dit hele proces van leren delen en, en, en iets voor jezelf, of juist niet. Um, jij omschrijft heel erg eerlijk en nou, mooi. dat je Zoe hebt. Je ja. dochter in het licht, zoals je dat uh, noemt. Een niet geboren dochter van inmiddels 20 uh, jaar geleden, denk ik. Ja, 17. 17. Ja. Um, maar eigenlijk is mijn vraag. is, er, is er nog een ambitie voor. Een broer of een zus? Nee. Nee? Nee. Gelijk al. Oh, dat was gelijk al duidelijk. Okay. Ja, dat was al gelijk duidelijk. Ja. Bij maar, mij in ja. ieder geval. Bij nou Wigert ja. nog niet. Nee, maar goed. Dan is het op zich duidelijk. Ja. <laughs> ik doe ja. Nee, het, dat is voor het, mij niet... Uh, nee. Oh, uh, gaat hier nog wat gebeuren? Lee, die vraagt het wel eens. Ja. Van, uh, ik wil ook een broertje of een zusje. Nou, het lijkt me een extra hindernis in de opvoeding... als we het hebben over... Nou ja, niet alleen bewust ouderschap... maar gewoon... Nou ja, een tribe. Uh, nou ja, het, is, het wordt toch een, uh, een verwend prinsesje. Oh, dat denk je. Nou ja, de, ja. Nou ja oh. ergens ook. Hè. Ik bedoel, ik zeg niet alleen maar. Maar ja, tuurlijk. Omdat ze alleen is? Absoluut. Echt? Ja. Oh, wat grappig dat jij zo daarnaar kijkt. Nou ja, dat, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat ze het niet alleen is. Ik zeg niet gelijk van het is alleen maar dat. Maar wat, erger... wat, uh, wat maakt haar dan een verwend Omdat ze alleen opgroeit? Ja, ze is enigskind, hoe dan ook. Ik bedoel, ik hoop dat ze heel veel mensen in de omgeving heeft en uh, hm. ik, ik ben ervan overtuigd dat ze Nogmaals, Ik zeg niet dat ze alleen dat is, maar ze is ook zeker dat. Oh ja. Denk je niet? Nee, nee, nee. Want dat zou impliceren namelijk dat de broertjes en zusjes dus een soort taken hebben te vervullen van het enigste kindje wat even enigskindje was om niet te verwend Prinsesje te worden. Dus dat zou eigenlijk al een soort onbewust proces zijn... waaraan je dus deelneemt. Maar dat is zoals een stam werkt. Ik bedoel, dat is een nee. taak die je onbewust uitvoelt. Dit is gewoon een, een rol die je hebt in een geheel. Ja, maar dan doe je dus niet aan alle andere rollen die er zijn... zonder dat er een broertje of een zusje daarvoor nodig zou moeten zijn. Dus ik bedoel, hè, in deze modern society... waar wij geen tribe of stam hebben... Nee. heb je natuurlijk wel te maken met dat ze natuurlijk... Uh, vijf dagen in de week... naar een school moet. Ja. Waar ze natuurlijk uh, twintig kindjes heeft. En vriendjes en vriendinnetjes. En dan heb je nog te maken met twee nichtjes. Of een nichtje en een neefje die tien minuten... van ons vandaan wonen. Waar we hè, een paar ja, keer in ja, ja, ja. de week zijn. Dan heb je nog mijn vriendinnen... met hun kinderen die je één keer in de maand ziet. Dan heb je en oma's en ova's die uh, elke maand een paar keer langskomen. Dan hebben we onze buurvrouw... die een oma is... waar ze ook vaak... Heen gaat nee, nee toen hoef je hoeft niet dus, te verantwoorden dat ze. Nee, maar genoeg. dus, dus de, 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 de stam vanuit vroeger, wat altijd gefaciliteerd werd door familie, ja. hè, omdat we ja. dan ja. Hey, in dat heel uitzonderlijk of afgezonderd ergens wonen, dan zou je dat, zeg maar, kunnen krijgen. Maar door de moderne samenleving waar we nu in zitten, en je moet zoveel participeren in. Systemen, school, sport, vriendjes, vriendinnetjes, dingetjes. Ja, er is bijna geen kans om. Het is uiteindelijk een soort godsgeschenk dat je eventjes alleen kan zijn en even bij kan komen. Van rust, zonder prikkels, zonder kindjes, zonder iemand die vertelt wat je moet doen. Oh nee, het heeft ook zeker dus toevoegingen. Het is, het is, het is dus maar echt hoe je. Jij bent dus er niet bang voor in ieder geval, maar. Nee. nee. Het is zelfs eigenlijk, je bent de, de eerste die. Dit zo zegt. eigenlijk. Nee, maar ik voel ik heb het, het, gelijk. het nooit. Ik heb het ook nog nooit. Nee, maar goed, laten we gehoord. wel zijn. Exact. Het, 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 het scenario zoals je gisteravond schetst. Hoe anders was dat geweest als er nog een andere persoon in huis was? Wereld van verschil. En dan, had ze nog steeds, ik bedoel, en dan zijn er nog steeds momenten alleen. En het is geen, ik bedoel, nu zit ik bijna alsof het een soort. Dit kan je niet maken. En, en hoe was het geweest als er een broertje of zusje bij geweest was? Heel anders. Maar hoe dan? Nou ja, dan was daar ja, een andere dynamiek ontstaan. En, en wat voor dynamiek dan? Dus, want dan zou het, dus, zou het dan beter zijn of slechter? Of wat, nou, ik denk er... in ieder geval dat er, dat er dan veel meer is. Ja, maar hij of zij niet, of wel gewoon, gewoon precies de game van het leven. Wat ze ook wel op een sportclub heeft. Nogmaals, ik, ik, ik zeg niet dat het een soort even gemis is. Maar ik zeg wel dat het ook een verwend prinsesje is. Dat dat absoluut een rol is. Nou ja, ja die, die gewoon nu is. En dat heb je letterlijk eigenlijk al gezegd. En zou dat dan een rol kunnen zijn die de mama en de papa dan aan haar geven? Want kan, kan iemand iets aan doen? Is want, gewoon een feit. Want uiteindelijk is dat iets wat, als ik naar haar kijk als een verwend prinsesje... en ik zou ook woorden gebruiken als een verwend prinsesje... dan zou ze uiteindelijk dat Tuurlijk, ook nog moeten gaan nee. worden, snap je? Ja, nee, dat begrijp ik. En als mama en papa die gedachten niet nooit gehad hebben... en wij kijken dus niet naar haar zo en we spreken die woorden niet... Dan is er ook niet iets in haar wat leeft. Wat moet gaan voldoen aan een verwachting van buitenaf. Of wel gedachte van buitenaf. Dus bijvoorbeeld om hem even plat te slaan. Ja. Um, vroeger werd er naar mij gekeken de, alsof ik dom was van hier tot Tokio. Omdat ik bijvoorbeeld geen cijfers kon lezen. Dus er werd natuurlijk alles uit de kast getrokken: steunles, oh ja. nakomen, <laughs> ja. schreeuwen, straf, noem alles maar op. Alles is uit de kast getrokken. Maar er was nog nooit in het begin bij mij voortgekomen een gedachte van dat ik dom was of zo. Totdat mijn ouders of hè, mijn juf en mijn, steun, uh, mijn steunlesjufvrouw... Ben je nou zo dom dat je dat niet kan lezen? En toen is er bij mij een gedachte gekomen... Oh, ik ben dom. Ah, vreselijk, ja. Oh, oh ja. ik ben dom. Oké, okay, dus ik ben dom. Oké. Okay. Ik, ik zal wel dom zijn dan, want iedereen kan het dus wel. Ja. Oh, ik ben dom. Nou, dan wordt dat eh, natuurlijk vaker tegen je gezegd. En dan vervolgens ga je, je natuurlijk er ook naar gedragen dat je dom bent. Nou, ik heb best wel veel dingen gedaan hoor, om uh, bewijs te verzamelen in mijn mandje achterom mijn rug. Ja. Om te laten zien aan de wereld dat ik echt heel dom ben. Dus weet je wel, het is dus een je soort. Je krijgt het pas als je het zendt, ja. Ja, het is, het is als het bij een kindje is, helemaal schoon, net zoals een uh, mooi glas water. Ga jij daar dingetjes nee, van kijk, buitenaf in doen... dan heb je dus een soort cocktailshaker... wat je zelf gaat maken. Het kind is uiteindelijk ook een soort hè, van de omgeving... en van de ouders. Ja, maar goed, ik mag hopen en aannemen... en dat, dat is ook zo. En dat, ik bedoel dat jullie... hoe dan ook met z'n tweetjes... zoveel liefde uitsturen... dat zij... voor jullie... de belangrijkste persoon... Uh, op aarde is. Ja, ik denk dat voor alle kindjes dat ja, geldt. Ja, maar, en dit bedoel ik te zeggen, hè, nogmaals, dat dan krijgt zij de, de, ja, dus een verwend prinsesje. Want zij heeft, zij heeft een gezin van twee mensen die haar dat, en ja, ik zou ook niet willen dat je dat anders doet, maar ja, dat gebeurt dus gewoon. En dat is dan haar vertaling, zoals, ik bedoel, kijk in dit geval van jou uh, met de domheid, is het echt zo iets heftigs wat dan gezegd is en wat bij je gaat beklijven. Als twee mensen... Denk ik, hè. Maar goed, ik, ik, ik zeg dit vooral heel erg omdat ik het gewoon zie bij mijn broer. En ja, ik, ik snap het. Het is niet, uh, nogmaals, het is geen waardoordeel. Maar ja, dat gebeurt gewoon met enigszins kinderen. Dus de tweede komt er bij jou aan? Ik hoop het. Ah, geen idee. Ja. Nee, ja, geen idee, nee, geen idee. Maar het is gewoon weer daarom. Ik, 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 Zodat ik... de een niet een verwend prinsesje kan ja. worden. Ja. ja. Oh, ja. ja. En daar, daarom vroeg ik me af of jullie daar, maar ik snap het. Uh, maar ja, nou ja. Dus ik denk niet dat dat alleen maar is van. Oké, okay, dan is het gevoeld. Ja, dat kan ook een soort vertaling hebben. Vertaling? Nou ja, de vertaling dat jullie dus zoveel liefde geven. En oh Lea, je bent ons. Uh, alles, ja. Maar goed, yeah. dat is het nu al. Uh, en dat is ook helemaal niks mis mee. Het is natuurlijk niet. Uh, uh, ja. Het is, ik bedoel, het zou liever dat zijn dan dat. Uh, oh, dat kind, dat zijn we een beetje vergeten, want we hebben de twaalf. Um, ik wil het hebben over. Um, ja, intuïtie. De term is al gevallen. En ik begrijp nu een beetje dat wij dat allemaal hebben. En de zijtakjes zijn dan bijvoorbeeld helder voelend, helder ruikend, helder. Is dit een. Uh... Helder ruikend is er ook één. Ja, precies. Dat ja. zijn dan van die zijtakjes. Ja. En. en... Hoe train ik deze intuïtie snelweg? Nou, het is in eerste instantie is het super handig om, om te weten wat je hebt. Of ja. je voelend bent, of ziend, of horend. Of, hè? Maar, je dus... ben je, maar ben je het altijd iets? Of... Je, ben, je hebt altijd iets. Oké. Okay. Dus dat is super fijn. Dat is wel fijn. Ja. 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 Is een soort geruststelling. Ja, oké. Okay. Oh, gelukkig. We hebben allemaal altijd iets. Dus we hebben allemaal altijd iets. En dus is het heel erg belangrijk om te weten wat die iets bij jou dan is. Nou, als het dus helderziend is, dan kan je daar, kan je dat trainen. Ja. Dus dan kan je eigenlijk de snelweg of dat kronkelweggetje wat je hebt, kan je, als je dat vaker af gaat draaien. Uh, dan kan je daar maaien, een ja. mooie weg van maken. Een snelle weg, een 130 plus asfalteren, weg, ja. asfalteren. <laughs> weet je, je kan, je kan hem glijend maken als een glijbaan naar beneden. Ja, je kan er echt een feest van maken. Maar dat heet dus ook wel dat je dat uh, bewust elke dag uh, uh, aandacht geeft, weet je wel. En dat je zelf er spelenderwijs, uh, ik heb het in ieder geval zelf spelenderwijs geleerd. Of geleerd. Ja, mezelf verdiept daarin. De, en dan is dat hetgene wat je hebt te doen. Dus bewustwording. Welke kanaal heb ik? En daarna is het trainen. En daarna heb je gewoon iets wat je aan en uit kan zetten. Want het is niet fijn om de hele tijd altijd maar helderzien te zijn. Nee. Dus de, en dan heet het ook meesterschap innemen. Dus meesterschap innemen van... Oké, okay, ik heb mijn knop. Hij kan aan en uit. En als ik nu vanmiddag een uurtje heb... Dan ga ik hem aanzetten en dan ga ik eens kijken wat ik er allemaal mee kan doen. Of wat ik doorkrijg. En dan kan je dat opschrijven. Er zijn allemaal leuke dingetjes die je ermee kan doen. En zo ga je trainen. Ja. Maar ik denk, dit is vooral vanuit mezelf. Ik voel heel erg wat je zegt. Maar ik denk dat vooral heel veel mensen zoiets hebben van: oké, okay, hoe kan ik hem zo hard mogelijk zetten? Yeah. Uh, hè, dat, ik, ja, <laughs> dat, ik, dat ik het gewoon even weet. Dat, dat ik gewoon duidelijk te horen of te voelen of nieuw, te zien krijg: oh nee, dit is een slecht idee. Of oh ja, ga dat doen. Of zou je niet eens. Dus, dus op het moment dat je daar nog niet echt ontzettend contact mee hebt, hoe zou je dan kunnen trainen? In eerste instantie is echt onwijs belangrijk om zo min mogelijk ruis te hebben. Yeah dus toch dus, in stilte ja stilte eigen ruimte eigen tijd um, mobieltjes weg uh, geen ja. tv weet je wandelen in de natuur maar vooral bijvoorbeeld gewoon al ga je wandelen hoeft niet eens je kan ook gewoon op een bankje gaan zitten en gewoon in de rust gaan zitten en dan kijken wat het met je doet als je niet rustig en stil kan zijn en je hoort altijd alleen maar het getetter van een ego ja, daaronder, in de onderlaag zit de stem van je ziel. Als je je ziel niet kan verstaan, dan wordt het best wel lastig. Mm -hmm. Dus het is in eerste instantie heel belangrijk om in de stilte te kunnen definiëren van... Oké, okay, dit is mijn ego en dit is mijn ziel. Ja. Mijn ziel kan je ook zeggen, je hart. Maar onze ziel praat door onze hart, door zo'n zijweg naar ons toe. Maar dit is, kijk precies waar het kaartje over ging... Uh... En nou, Dat zeg je op het moment dat je eigenlijk niet weet dat je het mist. En de ego, het ego, wow. Maar ik denk ook als je bijvoorbeeld met je kindje, als je, als je rustig aanwezig kan zijn, dan kan je ook zien waar je kindje is. Kan je zien wat zij of haar beweegt. En dan kan je daar vragen aan stellen. Er is niks mooiers om verbinding te hebben met je kindje. En nee. dat doe je door vragen stellen ja. in plaats van al, alles. Maar weet je, het is ook zo... Zo snel dat wij aannemen dat wij weten wat er allemaal gebeurt in ons kindje, wat ze allemaal denkt, wat er allemaal in de omgaat. Uh... Maar dat is helemaal niet zo. Het is zo mooi om vragen te stellen wa waar je dan antwoord op krijgt. Soms krijg je antwoorden waarvan je denkt: wow, waar komt dat dan ineens ja, dat vandaan? Dan, ja. Weet je wel, dan kan je daar weer verder op doorvragen. Dus dan inderdaad word je weer meer bewust, waardoor jij weer andere vragen kan gaan stellen. Ja. Zodat je ook kan voelen: van, oh, mijn kindje vindt dat eigenlijk veel leuker. Maar dat is precies waarom ik het. Uh, ik zit in een fantastische fase, maar ik vind ja. dat ook best wel heftig. Wat vier maanden oud? Ja omdat, ja. ja, ik kan vragen stellen, maar eh, antwoorden krijg ik nog even niet. Ofthans, nou, helemaal niet zou ik niet willen zeggen, want dat is precies wat je zegt. Ja, met huilen natuurlijk. Ja, en... ja maar soms is dat dus ook natuurlijk, kan ik haar, oh, wat, 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 wat zou er zijn? En dan kan ik, ik ga natuurlijk dan dingen verzinnen of bedenken in ieder geval en voelen. En nou, ik denk dat het soms wel goed is en soms heb ik nog steeds geen idee wat er is. Ja. Dat vind ik, uh, ja... En dat is eigenlijk wat bewust moederschap of bewust ouderschap inhoudt. Je wordt eigenlijk zo ontzettend geconfronteerd met al je eigen gekkenheid. Ja. Het is een soort dat je gemerkt dat het een soort flipperkast is. Ja, nee, maar dat is... Nou ja, dat mogen duidelijk zijn. Word uh, nou stil, ja, weet je <laughs> wel. Ik heb mezelf zo en ik wist het ook wel. Maar ik wist... Nou ja, dat was al vorig jaar op reis dat ik al dacht... God, ik wist niet dat ik zo ongeduldig was en... en He, wat, uh, nou, dat is echt uh, de beste leermeester is dit. Ja. Dus, en, 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 nou ja, de, of de beste training, ja. Maar dat, zijn best wel, dat hebben veel mensen, hè? want ik had zondag uh, of zaterdag had ik een uh, workshop in Amsterdam over ouderschap. Ja. En de, ik denk dat de meest, meeste issue waar de meeste mensen mee zaten was: het, wordt, het is gewoon nooit stil. Nee. Wat doe ik met al die vragen als er straks twee, drie, vier zijn? Het is gewoon een stortvloed aan vragen de hele dag door. Um, ik heb twee, drie kinderen. Het is gewoon nooit stil aan Trl, geluid. Weet je? En, en, en dan, ja, wat doe je daarmee met al dat geluid? Je kan niet. Weet je wel, en dan heeft het dus mee te maken van kan ik mijn grenzen aangeven? Hoe ga ik mijn grenzen aangeven? Hoe kan ik mijn kindje niet dempen, maar toch laten floreren? Maar ook in de ruimte van dat we samen zijn. Weet je wel, en dat zijn allemaal dingen die allemaal omhoog komen met het hebben van een kindje. Ja. Ik dacht, de Wichard heeft dat ook wel in het begin gehad hoor, dat geluid. Dat vond hij echt best wel heftig. Als in het, het gehuil van Gewoon een baby. Gewoon het huilen: nee. het huilen van lee. Ja. En toen was ze denk ik inderdaad een paar weken oud. En uh, hij wil. Hij, ik weet nog dat hij toen. Zij van, uh, nee, maar nu probeert ze ons uh, te manipuleren. Ja, dat... Want dat heeft uh, verlost kun... de verloskundige, de doelaars hebben dat gezegd. Je moet oppassen dat ze je niet om de vinger winden. En dat ik, dat ik echt zei: ja, maar dan hebben we het echt wel over een kindje die één is. En niet over een kindje nee. die net een paar weken oud nee. is, Wiggert. Nee. Dus we gaan nu gewoon leedje oppakken ja. en uh, troosten, ja. weet je ja. wel. Dus ja. het, het, het enige wat ze hebben is huilen en hun stem. En dat is het meest belangrijke. En wees blij dat ze dat ook laten, laten weten. Weet je wel. ook al hebben ze een meltdown, gaan ze, gaan, ze, gaan ze gestrekt in een supermarkt. Weet je wel, het enige wat we willen is, is dat het ophoudt zo snel mogelijk. Omdat de carrière ziet ons. <laughs> ja. De mensen achter ons ja, ja, zitten precies. naar me te kijken: van wat de fuck, wat doe jij met je kind? Je, hebt, je bent een slechte moeder, ja. je hebt je kind niet in de hand. Weet in je plaats wel. van dat je gewoon je afvraagt. laat over je heen lopen. Ja, uh. Uh, ga al die gedachten maar af, weet je wel. Het enige wat belangrijk is. is Wauw, mijn kindje die doet het supergoed. Ja. Want zij, zij, zij geeft woord en daad aan haar grote gevoel wat er in haar leeft. Wauw, niet dat ik dan zo sta hè, in de supermarkt. Nee, nee ik begrijp het. Maar, maar ik bedoel, vervolgens het enige wat je hoeft te doen is even te hurken en te zeggen, wow, weet je, je gaat door iets groots heen. Ja. Mama is hier, we doen dit samen. En samen is een toverwoord. Want het het, de grootste trauma's en de trauma's van iedereen komt voort uit het feit dat we gevoelens hebben mm -hmm. waar we alleen door zijn gegaan. Ja. Je gaat ook alleen door je eigen lichaam heen, maar zonder ondersteuning. Ja. En meestal was het gewoon van: je hebt je eten niet opgehaald, ja, in de hoek staan. En is er dus geen ruimte. Maar als jij bijvoorbeeld, hè, je kind ligt plat op de in de supermarkt en je zegt. Oh, ik zie dat je het echt even lastig hebt op dit moment. Ik ga je zo meteen even optillen en dan ga ik je even knuffelen. We doen dit samen. Oh, het is helemaal oké. Het is oké, mama heeft je vast of papa heeft je vast. Ja. En daarna zijn ze gewoon binnen twee minuten zijn ze gewoon helemaal chill. Ja, ik vind het oh Dit raakt me zo, want ik geloof ja. Ja, ja ik probeer nog, want ik kijk, kijk ergens, denk ik, hoop ik dat we allemaal wel weten dat we die intuïtie hebben. Um... Maar ik zou, nou, als ik nu naar mezelf kijk, iemand die echt wel inmiddels in mijn leven veel meer bezig is met, met dit. En stilte en. en nou, bewustwording. Of bewustzijn, zoals jij eh, altijd zegt. Wat... Ik, maar ik zou niet weten wat mijn specialiteit is eigenlijk. Nee? Ja, ik ben geneigd om te denken. Geluid, zeg je dat? Uh, is dat ook een zijweggetje? Ja, maar dat is met spreken, dus het zou spreken, voortkomen ja. uit ja. zeg maar toch helder horen. Ja. Ja. Omdat je bezig bent met mijn muziek en golven. Ja, en, al, ja. en ik, ook omdat ik... Ja, dat is het dus wel echt ja, eigenlijk, ja. als ik een dus je weet het eigenlijk wel. Eigenlijk weet ik het wel, ja. Ja. Je weet het gewoon. Ja. <laughs> ja. En dan is het belangrijk om niet de koptelefoon op te hebben met alle nummertjes en muziek. Oh, maar ik heb gewoon... nooit koptelefoon. Koptelefoon oh. vreselijk. Oké. Okay. Tenminste, ja, voor de radio en zo moet het. Maar ja. ik, 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 je bent zit zo, eh, als ik mensen zie lopen. Ik heb het laatst eens een keer gedaan, geleend en bij de sportschool. Want ik dacht, dan hoor ik daar niet die muziek. Maar ik vind dat heel extreem. Omdat je dan helemaal in zo'n koker zit. Ja. Oh ja, ik vind dat soms echt heerlijk. Het kan ook wel lekker zijn. Tuurlijk snap ik ook en een podcastluister, yeah. maar. Nee, ik ben wel, daarom ben ik ook, of ja, daarom, dit is ook gewoon een soort uh, ongemak. Maar vroeger keek ik mensen helemaal niet aan. Oh. Omdat ik dat ook afleidend vind van waar het echt om gaat, namelijk het geluid. Oh, wat mooi. Ja, als ik dit nu zo zeg, denk ik ja. Wauw, ja, ja. Ik heb er wel van. Ja. Omdat in een stem en, en, en ja. Daar zit en dat alles. is ook zeg maar het, begin, het is ook wel heel mooi hè? want het is ook het begin van het ontstaan van alles de stem geluid 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 ja, ja, was als eerst zo. ja, ja okay. geluid was als eerst of laten we zeggen wave of golf of frequentie en daarna is pas het licht gekomen dus het is niet oh we zijn allemaal gemaakt uit licht lekker ik heb gewoon de nee. oer. <laughs> de OG van van ja. uh, oké okay dan dus het ontstaan van alles is is gekomen door geluid. Geluid was er eerst en daar kwam licht. Lekker. Het is wel mooi. Ja. Je glundert er wel van. De ja, oh. ik word er, nou ja <laughs> omdat ik ineens ook blij ben dat ik mijn specialiteit heb ontdekt. Ja. Maar ik zou toch de vraag willen stellen: maar misschien weet je het dus altijd wel. Hoe kom je erachter? Wat, nou ja, wat als het gaat over intuïtie en, en, en ik blijf een ja, beetje. Ja, wat die... ik eigenlijk wil zeggen, het heeft ook wel bijvoorbeeld net zoals nu net, hè, je weet het zelf eigenlijk altijd wel diep van binnen. Ja, zo, ja. En als je er niet wij zitten er hier nu over te praten. en jij uh, legt hem zo even neer. en ik stel even wat vragen. en vervolgens heb je zelf het inzicht. oh, je dat is helder horen. Maar ik denk ook dat het. Um, iets is. wat je altijd al gehad hebt. maar waar ook wel herinneringen aan vastzitten. En uiteindelijk heeft het altijd te maken met. een bepaald soort openbaring. En de openbaring kan fijn zijn. of niet fijn zijn. maar er is altijd een soort kenteringpunt, geloof ik, van een, een verdieping van een intuïtief kanaal. Dus we kunnen helder horen hebben of helder zien hebben, ik noem er even twee. Ja. Um, maar bedoel je dat je erachter, dat je, dat je ergens iets voelde, daaraan voorbij ging? Nee, het, en heeft, al, oh, okay. het heeft zeg maar echt wel met openbreken te maken. Dus bijvoorbeeld, okay. um, ik heb altijd uh, helder zien gehad. En dan een tijdje een beetje zo op de achtergrond. Niet super aanwezig, maar nog wel aanwezig. En ik denk toen, wanneer was het nou? Ik denk toen ik 3,24 was. Toen was het ineens zo. En dat, dat, dat ik gewoon alles kon zien. Niet dat dat fijn is. <laughs> uh, dat <Ja>. was verschrikkelijk. <laughs> nou, dat was hebben echt dit. niet leuk. Ik heb, ik, voor de goede orde, ik zeg dat eigenlijk altijd aan het begin... Nu ben ik er misschien al te laat mee, maar er is een ander gesprek met Marieke. En eigenlijk moet je die eerst luisteren. Ja. Uh, dat was ook naar aanleiding van Rise en jouw ja. bijna doodervaring met je uh, scooter of motor, Brommer ja, ongeluk. Brommer, ja. uh, en dit was daarna een beetje. Ja, toen heb ik het wel gehad. Dat is natuurlijk sowieso een goede openbreker. En een bijna, bij, doodervaring, bijna doodervaring, uh, echt een aanrader. Dat, ja, dat is echt een aanrader. <laughs> Die zet altijd alles helemaal open. Alle luiken. Ja, en wat ik daarna gedaan heb, is uh, overmatig uh, drank en drugs. Om dat te verdoven een ja, beetje. Ja. en roken. Om niet uh, de hoeveelheid aan informatie wat ik kreeg ja. door te krijgen. Maar toen ik drie, uh, was, toen heb ik het ook gehad. Toen heb ik ook weer zo'n moment gehad. Ik weet, niet, ik weet niet, het was niet, er gebeurde niet echt iets specifieks. Hè? En dat bedoel ik ook met een soort openbaring. Ik denk dat ik ochtends gewoon een keertje wakker werd en ik dacht, wat de... Uh, weet je wel, dat. En dan ja. zet, alle, zat, zet dat eigenlijk alle herinneringen weer aan van vroeger. Oh, maar dit heb ja, ik toen ja, en toen ja, ja. en toen toen, toen ook gehad. Ja, het is gehad. Echt, een zo, een, echt een realisatie een moment. Een re realisatie. Ja, ja, ja. Okay, okay. En dan vervolgens is het oké, okay, maar wat ga ik hier dan nu mee doen? Of wat... Hoe kan ik het uh, oppotten, dicht doen? Uh, hoe houdt het op? Ik bedoel, ik heb wel, moment, ik ben wel heel radeloos geweest. Dat heb, ik, dat heb ik me echt wel een tijd gevoeld. Toen ben ik met mijn radeloosheid onder mijn arm, ben ik ook naar allemaal scholen geweest. Hier in Nederland en in Engeland ben ik er eentje geweest en in Duitsland. Zo van wat moet ik hiermee? Ja. En uh, is er iets wat, wat me kan helpen? En dit is een beetje wat jij eerder benoemde, wat meesterschap is. Hoe je. De ja, kan je ja, kan ook... je hem aan en uit doen. Ja. En de, er kwamen we eigenlijk wel uit dat de meeste scholen ge, juist getraind zijn om hem, de knoppen een beetje aan te draaien ja. en te leren lezen en te doen. Dus eigenlijk kreeg ik bij iedereen een beetje te horen van dat ik een beetje een soort rariteit ben en dat, oh. dat, nou, dat, ja. dat ik de, hier niet op de juiste plek zit. Dus toen ben ik eigenlijk van de ene school naar de andere school gegaan. Toen dacht ik nou, laat het laat dan maar zitten. Ga ik het wel zelf doen. Toen ben ik een tijdje naar een vrouw geweest in Olst. Om daar mijn verhalen te vertellen. En wat ik dan meemaakte. En die vrouw die zei op een gegeven moment ook van... Ja, ik vind het een beetje te veel allemaal. Dus na een jaar. En toen zei ze ook van... Ja, uh, ik, vind stop, het, uh, ik stop, uh, stop ermee. Ik vind het echt zielig. Dat dit. was een vrouw van 60, was een hele lieve vrouw. Was dat. Ja. En toen uh, dacht ik... nou, Is goed. Ga ik het zelf wel doen? En toen ben ik het eigenlijk zelf gaan doen. Als in de bewustzijnsschool starten, bedoel je nu? Nee, of dat gewoon. Was later, nee. Ja, nee, oké. Okay. Dus uh... wat ben je zelf gaan doen? Die, die knoppen bedienen. Ja, die ja. knoppen bedienen. Want ja. Ja, ik ben toch de enige die dat een beetje kan gaan leren. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen werd het eigenlijk wel. Uh, oh, wat een rust. Dat was zo heerlijk. Nou ja, en dat ben je nu. En niet alleen met bewustzijnsschool, maar specifiek over dit onderwerp aan het doorzetten. Ja. En ik voel aan alles eigenlijk nu dat ik denk: oké, okay, ik ga dit toch ook doen. Want intuïtie is een dankbaar onderwerp. Jij hebt een. Programma dat heet Meesterschap in Intuïtie. Ja, dat klopt. En uh, wat, 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 wat krijg ik dan? Dan leer je van A tot Z eigenlijk in eerste instantie hoe het is om mens te zijn, want daar begint het eigenlijk mee. Dus hoe de mens is opgebouwd, uh, waar de mens uit bestaat, uh, wat eigenlijk niet zo handig is, wat wel handig is. Uiteindelijk komt er ook een bepaald soort vorm van leegte. We doen dat heel erg uitgebreid met. Ondersteuning van transcendent reizen. Dus het is niet alleen maar luisteren en naar video's kijken. Nee, maar precies. het is ook wel echt praktisch, eh, praktisch gericht. Ja. En oefeningen schrijven en dat soort dingen. Maar het is wel heel veel TR. Dat is de afkorting van transcendent reizen. En, um... Omdat dan eigenlijk in een soort onderbewustzijn in die staat. Ja, omdat ja. je, je kan wel van je hoofd naar je hoofd zenden, maar dan mis je de totale. Totaliteit van eigenlijk waar ook intuïtie op plaatsvindt. Intuïtie vindt niet plaats op hoofd. Op, nee. Ook helemaal niet op dat radiozendertje, golfje. Nee, het bevindt zich op een heel andere laag. We, en we, we brengen je eigenlijk twaalf weken lang de hele tijd naar de juiste golflengte. En uh, dat doen we met middel van uh, geluidsbegeleiding, uh, zelfgecomponeerde muziek. En dan niet muziek, maar binaural beats en ja. isotonic tonings. Wat is dat dan? Um, dat zijn uh, specifieke tonen op een bepaalde hoogte, eh, waardoor je dus je onderbewustzijn af gaat reizen. Je komt eigenlijk in een hele diepe staat van ontspanning. En in die diepe staat van ontspanning uh, ga je je eigen onderbewustzijn, oftewel je ziel, ga je ervaren. Waardoor je dus je intuïtie uiteindelijk ook natuurlijk, zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Hmm. Want dat is zo mooi. Ja. Je hoeft alleen maar plat te liggen op de bank. En wel ge je geest helder aanwezig te zijn. En je lichaam diep te laten ontspannen. Maar dat, dat gebeurt dus uiteindelijk allemaal vanzelf. Ja. Het is uiteindelijk onze eigen natuurlijke staat. We is je gewoon die komt. ruis weghalen. En... Ja. Ja. Maar het is, het is aan de voorgrond, vind ik ook belangrijk om te vertellen. Is, het, is, het programma heeft ook een hele, hele diepe voorgrond met. Uh, de bewuste geest en wat je allemaal bent gaan geloven wat niet de waarheid is. Dus toch een stukje hoofdtheorie, dat ja. je ineens, maar ook wel een soort mindful dat je denkt, oh ja, dit... dit. Ja, je hebt beperkende overtuigingen ja. Over bijvoorbeeld net wat ik zei van je bent dom of wat ja. jij hebt met verwend <laughs> nest. <nee. laughs> dus die beperkende overtuigingen, waarom zitten die ja. daar? En je ja. wordt ook zachtjes daarin begeleid. Ja. En je hebt ook een hulplijn, dus ik bedoel... Uh, oh, mooi. Ja, dus het is een allround programma. Het is ook ons meest, ik denk wel, geliefde programma bij de bewustzijnsschool. We doen dat nu drie jaar, denk ik. Vet. Ja. Nou, er is al ja. zeker een link in de beschrijving. Uh, en super, super fijn als je dat hebt wat betreft het opvoeden. Want het maakt het zoveel makkelijker. Ook wat jij zegt met een baby, weet mm. je wel. Ik bedoel, ik, ik uh, heb dat eigenlijk nooit ergens nog verteld ooit. Maar de bevalling. Ik, wij waren, ik was zwanger. Toen kregen wij twee doula's. En dat, uh, uh, die waren 65, dat was, dat was een koppel. Dat deden ons als allerlaatste. Daarna gingen ze met pensioen. Wel mooi, want even voor de duidelijkheid, uh, voor mij was dit tot een paar maanden geleden, uh, had ik ook niet geweten hoe het is. Dus je hebt gewoon huh? vanuit het ziekenhuis. Ik, het ziekenhuis heb je de. de verloskundige. De ja. En een doula is er echt voor jou. Ja. En je hebt een vroedvrouw. Ja. En wij hadden twee vroedvrouwen moet ik even goed zeggen. En dat is dus een, een verloskundige, maar die uiteindelijk overgestapt is naar het holisme. Ja, mooi. Dus die, heeft, die kan alles. En dat is echt fantastisch. Maar we hadden het achteraf gezien echt moeten doen. Dat is goed. echt fantastisch ja. geweest. En het waren twee vrouwen van 65, en um, wij komen binnen. En toen zei ze: Van ja, heb je al een beetje nagedacht over de bevalling en zo? En toen zei ik: Ja, ik wil het alleen doen. En wiggert en die twee vrouwen die zaten daar, hoe bedoel je, je wilt het alleen doen? Ik zeg: Ik wil, ik wil het gewoon alleen doen. Ik wil niet dat jullie aan me zitten. Ik wil niet, ik wil het gewoon, ik kan dit alleen. Ik wil het alleen doen. En uh, ik zeg: Dat is het enige wat ik zeker weet. Dat is gewoon wat ik wil. Oké, okay. oké, okay, je wel. En, en ik heb dat met lee in mijn buik, dus dat is ook met intuïtie. Um, en, uh, dromen of s'nachts uh, wakker liggen omdat je buik veel te groot is. Dan kan je ook hele gesprekken hebben met je baby. En dan krijg je gewoon antwoord op van je baby. En dan is het dus fijn om te weten... gebeurt dat met horen of voelen of zien. En uh, toen ik ging bevallen... Uh, bovenop zolder bij ons in een bevalpad... Ik wist... Twee dingen heel helder. Ik wist dat ik het alleen wilde doen. En ik wist dat ze zou komen als een raket. Oké. Okay. Dus, ik had een weeënstorm. Maar ja, omdat je helemaal geen referentiekader hebt. En ik lees geen boeken. Dus voor mij nee. was het gewoon... Oké, okay, zo heftig is dus een bevalling. Let's do this. En uh, toen, toen heb ik tegen Wegerd geschreeuwd... Je moet nu die twee vrouwen bellen. Want ik klap uit elkaar. En dus die twee vrouwen... één vrouw van hen is toen gekomen. Die is gaan breien. In de, in de woonkamer. Lekker chill. En uh, wij waren boven... Nee, ze zat boven in, uh, in een gedeelte woonkamer van ons. En, uh, en ik heb toen tegen... Uh, met Lee heb ik toen ook de hele tijd contact gehad. En ik wist gewoon van... Wij gaan het gewoon met z'n tweeën fixen. Doen... En Wigert was er ook niet bij. Wigert echt? was er ook bij. Oh, die was ja, er ook bij. Maar ook niet... Niet gewoon... Uh, gewoon dienend. rustig ja, aanwezig. Ja, ja. En, uh... en wat wil je zeggen? Jij zegt, ik heb dit nog nooit ergens gezegd. Je bedoelt gewoon het verhaal, de het, het delen van dit verhaal. Nee, nee, het is echt een dingen. Nee. nee, begrijp ik. Het is ook zeer intiem. Ja. En ik vind, ja, ik, ik smul ervan. Als in, ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij dit ziet. Laat ik de vraag zo min mogelijk kleuren. Nou, ja. Hm. Wat, ja hoe denk jij over de bevalling? Want ik vind het heel mooi dat jij zegt: Ik heb er niet wel gelezen. Wij, om eerlijk te zijn, ook niet. Achteraf gezien. had ik misschien. Nou, ja, ik, oké, okay, laat ik eerlijk zijn. Ik had, ik had het ik had wel meer willen weten. Ja. Nee, ik niet. Nee. nee. Omdat. En hoe, wat, is, wat is je algemene ervaring? Tuurlijk, is het. Ja, hoe kijk je erop terug? Ja, het is, het is, het is prachtig geweest. Ik bedoel. Um... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment eruit kwam en dat ik tegen die vrouwen zeg. Um, ze, komt, ze, ze komt er nu aan. Dus ik had er ook al door hoofd gevoeld. Een soort alien ervaring, vond ja, ja, ja. het allemaal ook. En ja. dat ze zei: van nou, als ze komt dan als je perswee krijgt, dan maak je wel ander geluid. En ik weet nog dat ik toen een beetje zo uit mijn zoon kwam. En dat ik dacht: ander geluid? Hoe bedoel je ander geluid? Ik kreeg op dat moment mijn eerste perswee. Nou, ik heb denk ik. Ik denk dat heel het platteland waar wij wonen, die heeft, ons gehoor, die heeft mij gehoord. Ik heb echt je, ah, geprult. Als een soort, ja. Ik weet ook niet waar dat geluid vandaan kwam. Nee. Dat geluid, dat was zo specifiek. was zo rauw. Ja. Het was echt dier, dierlijk. Dat, dat vond ik het. En toen heb ik ook tegen Lee gezegd, en dat doe ik dan zonder woorden, maar toen heb ik tegen Lee gezegd, yo, vriendin, dit doen we nog twee keer en dan ben jij er gewoon uit. Want... Dit vindt mama echt heel relaxed. En toen was ze binnen twee, uh, yeah. twee tellen was ze er toen uit. Ja, zo kijk ik erop terug. Ik yeah. vond het een soort. Maar ik vond het ook, wat ik heel eerlijk vond. Was dat. Ze was er in één keer zo uit. Een beetje zo ploep, ploep, ploep. Dat vond ik. Ja. Yeah. En uh, ik had erover nagedacht dat ik haar als eerste met mijn handen wilde aanraken, uh, omdat ik haar mama ben. En ik wilde haar ook uit het water halen. En dat ze voor mijn uh, luchtwegen haar eerste ademhaling zou doen. En dat ik haar mijn allereerste ademhaling zou geven. Dus dat is iets wat ik wel. En is dat gelukt? Dat is ook gebeurd. Ja, en ik weet nog dat ze toen vorm hing en dat ik dacht. Wow, wat een alien. <lacht> <lacht> dat ja. gewoon dat hoofdje en die zwarte kijkers zo en dat helemaal verfrommeld. En ja, nou, dat ja. ik echt dacht, wow, dit is de most alien experience that I will have. dat ik al heb. Nou, dat weet je niet, maar... Ik vond het echt... Ja, ja. Maar ja, het ontstijgt het hoofd. Het is gewoon... Ja. En ook gewoon om als vrouw zijnde um, dat je jezelf daarna kan afvragen waar de fuck zit ik eigenlijk de hele dag op? Op wat voor kracht, weet je wel? Ja. Als je weet dat dat in je zit, en je, en je kijkt dan op je dagje met je kopje thee en uh, achter je computer werken, dat je echt afvraagt: wat ben ik met al die potentiële Krachten, energie ja. aan het doen? En dat is wel een mooie mm. wake-up call voor vrouwen van nu, weet je wel. Van wauw, weet je wel, we, we hebben ja. zo ontzettend veel power. Ja. Ja. Nee, dus, Oké, okay. maar nu kijk, want dit, ik, vind, uh, ik, uh, ik vind de build-up van hoe jij dit vertelt fantastisch. En uh, uiteraard is het gewoon zo. En, uh, maar jij noemde ook het woord rauw en dat vind ik mooi dat je het zegt, want natuurlijk zit er heel veel kracht in en, en, en weet je waar je nu op het einde naartoe gaat. En om eerlijk te zijn, kende ik dat alleen maar en dat is natuurlijk een beetje het gevaar van, van nou ja, ook heel veel praten over spiritualiteit. Dan wordt het echt zo, oh mooi, hè? maar het is ook gewoon rauw ja. en dat is nog steeds krachtig, maar rauw is ook wel... Het is echt. Je kan ja, geen kant op. Nee. Met jezelf. En dat is ook wel. Nou, dat vind ik toch wel over het algemeen donker. Uh, nou, misschien gewoon. Ja, gewoon nee, niet, niet, niet zozeer fijn. Of weet je, de, snap je wat ik bedoel? Ik had een veel te roze powerbeeld. Van oh, en dan oh, komt yeah. er een soort extra kracht. En dat is ook ergens wel zo. En hoe vond jij het dan om uh, je vriendin Floor ja. uh, zo te zien? Nou, vond ik, ik vond dat ik te weinig kon doen, als ik eerlijk ben. Ja, ik, ja. ik dacht, tuurlijk ben ik de, het hele proces echt ondersteunend geweest. Oh, weet je dit, weet je dat. En ook gewoon echt gewoon alleen maar gewoon echt te zijn. Maar ja, in die end, omdat ik er dus ook zo weinig van wist, of te weinig, wist ik ook niet. Jij zegt dat nu weer van, oh ja, want dan komen op een gegeven moment persweeën. Ja, dat was me allemaal niet zo duidelijk. Hoe, wanneer ja. dat dan zou komen en hoe lang dat dan zou duren. Waardoor ik ook dacht: ja, moet, het, moet, het moet nu. Of, oh, nou, bleek achteraf gezien dat het helemaal nog niet had gehoeven dan. Ja, ja. Kortom, ik vond het machtig mooi. Ja. Maar ik voelde me ook wel klein en een beetje van. Weet je, ik had nog liever, in, in verhalen word je natuurlijk, uh, worden mannen altijd voor rot gescholden en zo. Nou, dat had me top geleken. Kom maar, ik ja, kan het ja. hebben. Ik ben er, zeg het maar. Uh, maar het was ook wel een beetje dat ik dacht. Ja, hoe kan ik jou kracht geven in dit exact dit, dit rouste gedeelte van het proces. En in die end is het natuurlijk wel allemaal ha, roze. En vind ik het ook grappig. Want nu, ik ben er echt al lang niet geweest met mijn gedachten. Uh, hoe je dingen echt ook wel anders opslaat dan ze waren. Want ik weet de eerste dagen dat we alle twee wel dachten van, ah, dit was echt wel. Oeh. Heftig. Heftig. Ja. Yeah. En gelukkig, ik denk dat het ook wel een beetje zo werkt met je, met je brein. Dat je het gewoon vergeet of zo. Dat je het een beetje vergeet, ja. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Of het dan in ieder geval opslaat als fantastisch, want moet je eens kijken wat een mooie dochter. En dat is yeah. ook zo. Dat is ook, uiteindelijk is dat waar het om gaat. Maar ja, ik vond het zeer intens. Ja. Yeah. En ik ben gewoon heel blij dat je het woord rauw noemt, want dat is letterlijk het woord dat ik het, het beste vind benaderen. En nu klinkt het misschien negatiever dan ik bedoel, maar... Nou, het is een rauw, ja. Het, is, het denk, is puur, ja. Ik denk dat ja. het, het het meest echt is ja. wat je kan ervaren zonder uh, dekentjes erover en zonder tingeltjes en uh, ja. bijtjes. En ook zonder uh, je eigen dekens, want het, het, het scheurt je gewoon helemaal open. Ja. Het is, ik geloof het meest echte wat je mee kan maken. In het ja. leven. Ja. Als vrouw zijnde. Als je het hè, cadeau hebt gekregen om het ook te kunnen krijgen en het te kunnen meemaken. Ja, dus laten we dat ook even zeggen. Absolute. Maar het is, ja, het is een heel. Uh... ja. En daarna de roze wolk. Ja, ik denk ook dat dat een bepaald beeld is wat je meekrijgt. <laughs> zoals zoveel, zoals zo, uh... zoveel beelden, want ik weet nog dat ik eigenlijk best wel wat vriendinnen gebeld heb en gezegd heb van, waarom heeft niemand me dit nee. ooit verteld nee. dat het zo zou zijn? Ja. Ik weet ook dat ik gewoon Echt, boos was en ontregeld en gewoon mensen, ja. ja. naar, naar mijn vriendinnen toe die allemaal kinderen hadden en die al zeiden zo heerlijk en is helemaal niet heerlijk. En ben ik dan nu zo'n vrouw die het dan helemaal verkeerd heeft of zo of is er something wrong with me, weet je wel? Maar het was gewoon, ik denk dat ik ook nog gewoon op een gegeven moment gedacht heb ik ga een boek schrijven en dan met de titel waarom heeft niemand dit ja, ja, ooit verteld? Het mooi, Want als ik de tv aanzet, radio, films, shit, alles bekijk, is het allemaal de mooi opgemaakte mevrouw die in bed ligt. Met, nee. de... ah, met ja, een baby. Met een beetje, ja. Nee, ik vind... Kijk, dat ik was not dat... happening nee. in mijn house. Nee. Ja. Mooi. Het, was gewoon, het is gewoon echt. Ja, dat... Ik vind het helemaal... Kijk, de vraag is of mensen het überhaupt willen horen, want ik heb ook nog wel precies nee. dit gedacht ja. van: is dit een soort code? <laughs> maar dat is, het, dat is het helemaal niet. Maar. Nou ja. Het is dus grappig. Gewoon code zou je. Ja, daarna loop je ook gewoon op straat en rij je. En je rijdt elkaar voorbij als versgebakken moeder. Een andere versgebakken moeder. Je kijkt Ja, je zegt gewoon. Ja, yeah girl, I know ja, it. Ja, yeah. ja Dat is die zelf-understanding uh, wat je hebt, waar je dus niet hoeft te vertellen. Waarom heeft niemand me dit ooit verteld? Je kijkt toch elkaar gewoon ja. aan? en You know. Ja. Ja, nee, dat merk ik nu ook veel meer. Al van. Ja, dat is heel anders, maar vaders onder elkaar hebben het ook wel een beetje. En mensen die inderdaad ook niet tegen me zeggen: en slaap je een beetje? Dat ik denk: ah, oh, dat weet je dus heel goed wat voor een heftige ja. shit dat is. Nee, we slapen niet. Nee, ja. ik zeg altijd: ja, een beetje inderdaad. Nee. Dat is precies wat het is. Uh, en daarom, maar ik wil, even, ik wil echt nog even bijzeggen dat het brief aan mijn dochter, jouw laatste boek, nou. Even los van het feit dat uh, oma's ook nog een soort van rol hebben, of, ja, of waar die, je ook staat in je ja. in je. Ik bedoel, als je, als je, als je kindloos bent uh, en totaal geen ambitie hebt om ooit een relatie aan te gaan in je leven, uh, is het ook een leuk boek. Ja, is het is het ook... een roman. Ja. En uh, eigenlijk wat ik veel, door, uh, veel heb gehoord, is dat mensen zonder kinderen hem ook hebben gekocht. Ja, en uh, vaders hebben hem ook gekocht, oma's hebben hem gekocht. Ja. Uh, al wil je meer inzicht hebben in je eigen dynamieken van binnen. Want dat wordt ja. ook wel heel duidelijk in het boek. Van oké, okay, hoe werkt dat nou eigenlijk? Mijn eigen triggers. En hoe ga ik er zelf mee om? Als mijn kindje plat op de supermarkt op de vloer ligt. Wat, wat kan ik dan met mezelf doen? En hoe kan ik haar dan weer benaderen of hem benaderen? Weet je, het, ja. het, het, het is zoveel handvaten. Ja. Ja. En je hebt het op een gegeven moment, dat fascineerde mij nog. En ik vind, uh, heb jij het over. Uh, hopend op een betere nieuwe wereld, met hoofdletters, waar jij in gaat staan dan waarin ik nu sta. Hè, de wereld is aan het transformeren, daar, daar gaat dit in een uh, bepaald gedeelte over. En ik vond het echt zo, nieuwe wereld, uh, met hoofdletters ook. Dus ik, kan je daar iets over... Ver... Dat is een soort positief ja, ik... beeld wat je hebt over de toekomst. Ja, ik heb wel positieve. Ja, ik ook. Ja. Voor de duidelijkheid, dat klinkt niet een ja. beetje heel cynisch. nee zo. Dat heb ik ook wel. Maar... Mooie visie. Ja, ja. ja uh, vrij in de natuur, meer community-based, uh, mensen die vanuit hun innerlijke hetgene doen waar ze voor geboren zijn, uh, misschien niet zoveel naar school gaan. Nee. nee. Uh, ja, dat zijn wel dingen wat ik dan voor mijn dochter wens ja. En ook voor de wereld. Nee, ja, bedoel... precies. Maar de wensen, uiteraard. Maar ik voel ook wel. En dat vind ik ook lekker. Uh, het gevoel dat we in die tijd zitten. Ja. Ja. We zitten in zo'n transitie. Het is machtig mooi deze tijd. Ja. Ik bedoel, vijf jaar geleden was gewoon alles nog maar gewoon steeds hetzelfde. En normaal en vanzelfsprekend. En ja. weet je, dus hadden we nooit gedacht dat we door een soort tunnel heen gingen. met z'n allen wereldwijd. Uh, deze afgelopen vier jaar waar we nee. in hebben gezeten. Het is een. Magische tijd, een soort transitie van het een naar het ander. En ik geloof dat het ene er al in zat, maar wat nu meer op de voorgrond, voorgrond komt te staan. Het maakt je ook, vind ik, het polijstje op de een of andere manier ook zo mooi, omdat het je eigenlijk ook um, ja, dwingen zou ik willen zeggen. Het dwingt je eigenlijk ook om gewoon te kijken naar: oké. Okay, introspectie-wise, mm -hmm. hoe, hoe staat het met mijn waarden en mijn nee. normen? En waar gaan we eigenlijk heen? En met, met gezin als uh, vader zijnde, waar gaan we als gezin heen? En welke rol wil ik hierin? Welke rol heeft hij? Welke rol heeft het kind? Maar waar gaan we heen, weet je wel? En ik denk dat dat heel belangrijk is. En mm -hmm. nog belangrijker dan vijf jaar geleden om onszelf af te vragen van... waar gaat het schip de wereld nee, heen, ja, ja, ja. Weet je wel? Maar ergens, en ik voel je helemaal, maar ik ga toch de vraag stellen... Kan je ook zeggen, ja, maar we zitten in een vreselijke tijd. Iedereen zit in een uh, apparaat opgeslokt. Uh, totaal niet meer te luisteren naar de intuïtie, want er is zoveel ruis op de lijn en prikkels en één grote ego-wereld. Is, ja, is dat de andere kant van, die me van diezelfde medaille? Ja. Yeah. <laughs> ja. Yeah. En heet, ja. Dat en heet, dat heet heel mooi contrast contrast hebben we nodig. Dus eigenlijk voor het een het ander. We moeten het een hebben om het andere te kunnen ja. kiezen. Dus en... omdat dat er ook gewoon zo. is. Ja, ja. ja en ik denk dat je het moet verbinden met elkaar van oké okay, we hebben dat apparaat en uh, Lea vindt het ook machtig mooi het apparaat en dan is het dus wel heel belangrijk weer voor de ouders om hoe ga ik daarmee om en wat voor plek gaat het in ons huis meekrijgen? Ja, weet nou, oké. Okay, maar het zou je daar in de categorie uh, praktische tips over bewust ouderschap. Uh, want ik, ik merk nu al, en ik vind dit, ik bedoel, uh, wij, wij, wij schrikken er zelf van. En ik snap gewoon heel erg dat het gaat over licht en zo. Maar goed, er zijn momenten dat Josephine. Nou, dan, dan, maar dan krijg je, heb je de iPad. Nee. Nee nee, 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 zeker dus niet. Zeker dus niet, nee, nee. Maar wat die man is. <laughs> ja, nee. Maar wat er is wel gebeurd, vind ik heel heftig. En ik zag toevallig een post deze week van Kai Gorgels, die ook net vader is geworden. En ik dacht, oké, okay, ja. ik ben blij dat dit niet alleen is. Want dus misschien heb je hem zien lopen, maar beneden ligt een Skippybal. En een Skippybal is een beetje een soort laatste redmiddel, of althans, het is gewoon een hele fijne manier. Om al wiegend, uh, nou ja, Jozefine even tot bedaren of zelfs in slaap te brengen. Maar op, ja, de tv mag dus echt niet meer aanstaan dan. Nee. Want als dat Ongelooflijk. een ongelofelijk, ongelofelijk. Ja. Nou, ik, ik schrok er echt van, <laughs> ja. omdat ik het zelf gewoon even niet doorhad en ik het eigenlijk wel praktisch vond dat ik om een Skippy ja, ja. ja, even naar de tv zat te kijken. Nou, en ik dacht. Ugh, Jezus, wat een, maar is mooi, Maar het is dat je dan bewustwording hebt. Ja, gehad. maar ik vond het ook, uh, uh, nou, het is heftig. Ja, dat is heel heftig. Dus als ik dit nu heb, en dat voel ik helemaal bij nou ja, Lea van 6, die, die nou ja, echt wel wat meer snapt wat daar allemaal op te zien is en zo. Hoe ga je als bewust ouder om? Met een beeldscherm of met, ja, of met een telefoon. Ja, ik ben daar best wel vrij uitgesproken over. Oké. Okay. En veel mensen ja, maar vinden ik... daar best wel wat van. Oké, okay, leuk. Maar ik vind. <laughs> nee, zeg gewoon wat je vindt. Dit vind ik, ik vind het nu al leuk. <laughs> ik vind dat je dat. Het is een soort suicide. Ja. Niet doen. Nee, oké. Okay. Gewoon niet. Nee, maar oh, ja, jij hebt een mobiele telefoon. Ja, maar ik bedoel, Wichert heeft één keer een heel mooi voorbeeld gegeven. Die ga ik even uh, aanzwengelen. Ja. Het, is, het is uiteindelijk, hè, als, als dit het apparaatje is en, en je, hebt een, je hebt een mama en een papa thuis wonen. Hè, of ja, die wonen dan thuis, of hè, als ze allebei bij elkaar ja. zijn. En jij zit, je hebt je baby of je eenjarige en jij zit. Uh, nou, ik denk gemiddeld genomen dat iemand misschien. 150 keer per dag dit apparaatje ja, even oppakt. Crazy, ja. Yeah. Nou, hè? en dat, dat kindje die ziet dat. Yeah. Maar als ik nou per dag 150 keer een glas zou pakken. Yeah. dan zou dit glas gewoon het meest belangrijke en het yeah. meest bijzondere zijn ja. wat er is. Een glas. Yeah. Dus het kindje krijgt al helemaal van de mama en de papa door. Dat, dat het apparaat is of de thing. shit. Ja, weet ja, je wel. Ja, ja. En dan heb je een mama en een papa die verslaafd zijn. en dat zijn dan de volwassenen. En die zijn gewoon verslaafd. Kijk gewoon uren per dag op dat kleine apparaatje. En die kleine humpit, die zit ernaast. Yeah. Dus het kindje krijgt sowieso als boodschap mee. Dat apparaatje is heel belangrijk. Dat apparaatje is soms belangrijker dan ik. Nou, als we dan mee te maken hebben met. En ik ga wel eens uit eten. En ik ben altijd met Lee ook uit eten geweest. Hoe oud ze ook al wel niet was. Meestal toen ze een beetje zo zes maanden was, zetten we ze gewoon midden op de tafel neer als we aan het lunchen waren. Ja. En dan, hè, dan ja. gewoon gezellig of ja. een bijdring of dat soort dingen. Als je, als je je kindje nu zeg maar meeneemt naar een restaurant en je geeft haar een iPad of de telefoon. Zo, dan zijn ze even rustig. Dan kunnen mama en papa even samen lekker eten. Ja, dan heb je echt de boot gemist. Ja. Want als je geeft gewoon het... Kind, hier, alsjeblieft. Jij doet niet mee. Ja. We are one team. Ja. We're a tribe. We're a family. Maar jij, maar jij, jij krijgt uh... nu de reservebank. Jij hoort er nu niet bij. Jij mag nu deze mobiel hebben. Waarop het kindje natuurlijk reageert... Oh yes, een mobiel, weet je wel. Nou, vervolgens hè, krijgt het kindje dus door... dat het restaurant wordt nu al gekoppeld met... Oh. Als ik in een restaurant <laughs> zit, dan Krijg wordt, er, ik. Ja, ja, wordt er dus gescrolld. En als ik niet ga scrollen, dan ja. moet ik mee gaan participeren... met de communicatie. Van een relatie die ik blijkbaar heb met twee, deze twee mensen, mijn mama en mijn papa. Vind ik trouwens best wel eng als ik straks zeven of acht ben. en ik moet gaan leren praten aan de tafel. terwijl ik de eerste zeven, acht jaar in een restaurant alleen maar heb, heb yeah, zitten kijken. Precies. Kindjes die krijgen gewoon een iPad en een koptelefoon. in een restaurant zodat ze kunnen kijken. Yeah, zodat yeah, yeah, yeah. Heel, Hele bioscoopzalen yeah, gewoon. Yeah. En dat, dat is gewoon niet goed. Dan missen we gewoon de hele yeah. primaire opvoeding van een kindje. Laten we het dan hebben we het nog niet eens over, over het schadelijke effect van de hersenen, gewoon. Dat de hersenen kunnen het gewoon niet eens aan kunnen. Oké, okay, maar ik voel je helemaal. En ik vind dat uh, restaurantvoorbeeld, oké, okay, dat en, 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 nou ja, uh, zonder, uh, nou, wel een waardeoordeel, dat is gewoon uh, niet zo goed en niet zo slim. Maar als het gaat over nu, ja, ik baal er eigenlijk, while we're speaking alweer van, dat wij ja, heel natuurlijk alle twee dit ding hier op tafel hebben neergelegd. Terwijl, ja, eigenlijk zou het als een soort kurkentrekker gewoon in mijn la moeten liggen. Als ik het nodig heb, dan pak ik het. Ja. En ik heb de ambitie gehad, maar ja, ergens in de categorie baby's begrijpen alles, heb ik het nu al uh, vernaaid. Het leek mij namelijk te gek als Josephine niet wist dat ik ook een mobiel had. Het oh, yeah. is natuurlijk een onwijs mooi, yeah. bijna utopisch beeld. Yeah. Want wat jij net zegt, dat verhaal van Wigert met, uh, met een glas, of, maar nu is het dus een mobiel. Ja, it, dat zijn wij nu al eigenlijk aan het uitzenden. Ja, maar het, 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 ga, zo, ga, ja, ga zelf ook maar eens terug. Hè. Ik bedoel, ik weet ook nog wel dat wij vroeger hadden we de telefoon in de woonkamer staan en als die afging, was het ook. Ja, ja dan ging dat apparaat. Wow. Ja. Wat, wat, Wow, wat ja, is dat, Ja, klopt. Ja, dat telefoon. En mag ik hem opnemen? En ja. Dan moet je zeggen, met Marieke van mij. Met wie spreek ik? Met ja. wie Ja. Dat was machtig mooi, dat gevoel. Dus ja. het is wel dat het er ook is en dat het er mag zijn, ja, weet okay. je wel. Het is alleen, het heeft ermee te maken met hoe verweef ik het in mijn dagelijks leven. Dus bijvoorbeeld Lee wil uh, muziek aan doen. Dat Vind ik helemaal prima, Doe lekker de muziek aan. Om mijn telefo telefoon op onze box. Ja, snap ik ja. Daarna geeft ze hem weer aan mij. Ja. Um, mijn telefoon is altijd stil. Ja. Um, en die ligt altijd op een kast. Ik, ik heb er zelf nee, niet precies. zoveel mee. Nee. Mijn vriend Wigert, die heeft dat wel. Die kan, die kan echt soms periodes hebben waarin hij echt het moeilijk heeft met zijn telefoon. Ja, er lekker in kan verdrinken. Ja, ja. die kan er echt in verdrinken. En dan, kijk. Dan is het ook belangrijk dat je zelf weer kan terugfluiten en er weer een ander verhaal van kan maken. Maar bijvoorbeeld, het is wel van, oké, okay, als we thuis zijn, dan doen we dat gewoon niet. Um, Lee mag twee keer in de week mag ze, uh, op onze computer kinderfilmpjes kijken. Wij hebben geen televisie thuis. Nee. Het is ook belangrijk om te vertellen dat het er wel is. En dat we het faciliteren van wat er wel is. Ja. Maar wel met. Nee, je voelt ze er wel mee op, met... anders weet je zeker dat het misgaat, want dan komen ze er ja, tegen. En, en dat dan is dan, ook uh, niet gezond. Nee, nee, het nee. gaat ermee om van: oké, okay, weet je wel, wie ben ik, wie is zij, wat is mijn rol hierin en wat kan ik wel faciliteren wat ja. een gezonde puls geeft aan haar in plaats van dat het schade gaat brengen. Ik denk niet dat een iPad bedoeld is voor een restaurant of in een. Uh, publieke transporten, uh, NS, weet ik het wat allemaal. Of op straat, of we zitten even in de winkel. En hier, je krijgt mijn mobiel, want anders ga je je vervelen. Laat een kind zich lekker vervelen. Ja. Met wel, kijk, en ik snap het natuurlijk wel, met alle gevolgen van dien. Maar ja, los die dan toch maar uh, anders op? Ja, als met gaat vervelen. Over... Ja. Ja, maar dat is mooi. Want ja. in vervelen is er ruimte naar creativiteit. Ja. En dat, en dat ontneem je ze eigenlijk, omdat je alles helemaal ramp... Ramdicht met voor een kindje. Met, met school, hobby's, zwemmen, ja. sporten. Ja. Thuiskomen, de mobiel, iPad, tv. Het zit helemaal ramdicht. Dus als we het hebben over intuïtie of over ramen van verveling voor creativiteit. We geven ze bijna niet meer de ruimte. Geef die om. opening. Ja, ja. ja mag mooi. En ik denk ook, hoop ook. Ik bedoel, ik deel jou nieuwe wereldvisie over dat we een goede kant op gaan. Dat zij, en dat geldt voor Lea en dat geldt voor Jozefine... en helemaal nog die, zij die nog komen. Ja, die hoop ik gewoon, hè. Dat die veel minder gepakt zullen worden... door alle trukken van dit apparaatje. Omdat ze het gewoon... Ja, ze groeiden er letterlijk mee op. Ja. Dus die kennen... En, en, en wij zijn toch nog... Nou ja, je hebt letterlijk net weer even het beeld van de Google telefoon in mijn hoofd gepland, dat ik echt <laughs> nog inderdaad realiseer van, wow, wat was dat machtig mooi, ja. en kon je daarmee fantaseren dat er iemand zou bellen of als je zelf wat indrukte. Dus misschien is het voor ons wel veel moeilijker om om te gaan met deze grote prikkelmachine, omdat het ja, nou ja, in ieder geval op latere leeftijd in ons leeftijd of in in ons leven is gekomen. Nou, maar, het is eigenlijk ja. moeilijker voor een kindje. Ja. Toch wel. Ja, omdat ja. de hersens nog niet... Nee, die zijn gewoon helemaal niet ontwikkeld. ...ontwikkeld. Nee, maar, 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 maar. Dus het is een soort, ja... soort flipperkast wat je erin brengt. Het is echt heel intens. Ja. Ja, ik hoop het echt. Maar ik voel me echt schuldig in hoe uh, ik nu al uh, vier maanden... Dus ik, kan, uh, ik heb nog wel tijd om te herstellen. Ja. <laughs> maar, ja zit er zo ingebakken. Ook omdat dit hier komt het lastig. Want ik weet uiteraard zijn er dingen waar je het van tevoren al heel erg over kan hebben. En, en vooral nou ja goed bent van voornemens. En ik weet nog dat wij ook toen zeiden ja oké, okay, maar we willen natuurlijk wel foto's van hem maken. Dan gaan we dat echt met een fototoestel doen. Want anders hebben we toch de hele tijd een mobiel in ons hand oh. en we willen haar toch vastleggen en dan uh, we hebben we ook echt nou ja een soort ander hoesje genomen, want uiteindelijk werd het ja is het toch praktischer en handiger en zijn ze gewoon stiekem Mooi. gewoon beter ja precies, ja. dus dan zit je toch met een ja. ook weer met dat apparaatje waar we allemaal al zo ja. naar kijken, een foto mee te maken ja ja nou ja en de dingen die kan je niet Weet je wel? Als ik je hoor zeggen van ja vier maanden en dan, weet je wel? Ik denk dat het ook heel gezond is om te beseffen van dat we dingen verkeerd gaan ja, doen en we gaan we'll uh, fuck de map mee. Ja, de, de, de maar, vraag is niet of we een trauma. Maar nee, maar wel het wel, is ja. gewoon dat is gewoon een gegeven. Ja, oké, okay, maar, maar laat ik ja. Um, het gaat erom van kan ik? Hè, want ik heb ook wel eens uh, gehad met. Uh, Lee, uh, dat ik wist dat ik de grenzen overging... en dat ik gewoon door ben gegaan. Dat ze helemaal overstuur raakte. En dan is het toch van... kan ik even een paar minuten hebben met mezelf... voordat ik naar haar toe ga en... oh, sorry, sorry, weet je wel. Maar gewoon even op aankomen. Wat ja. is hier nou net gebeurd? Ik heb mezelf echt helemaal verloren. Ik heb dit en dit gezegd. Het is niet oké. Okay. Dit was wel oké okay, wat ik zei. Dit en dit en dit kon niet. En dat je dan teruggaat. En dat is het mooie denk ik ook van bewust ouderschap. Is dat je je realiseert van dat je dan teruggaat naar je kindje. En dat je kan zeggen, ook al zijn ze helemaal overstuur. Weet je, sorry weet je, ik, ik heb me helemaal laten gaan. En uh, het spijt me. Deze, deze en deze dingen had ik nooit mogen zeggen. Ik ga erop letten en beter mijn best doen voor jou en voor mij. Dat dit niet meer gaat gebeuren. Het kan best wel eens zo zijn dat het nog wel eens een keertje gebeurt. Maar het heeft niks met jou te maken. Weet je? En als je die woorden uitspreekt... Wat een les. Dan is het al oké. Okay. Ja. En dan vervolgens, weet je wel... dan mag je eigenlijk binnen vijf seconden al wel weer... Uh, aan raken of knuffelen of... Hmm. Maar het goed maken... of hè, de relatie weer herstellen... Ja. Gelijkwaardig, hè? dat is vooral wat ik hier geen proef. Want... Het is niet, dat heb je al een paar keer gezegd, en dat is echt ook wel de kracht. Er is natuurlijk ook een soort generatie opgegroeid met papa en mama maken geen fouten, en uh, dan zou dit nooit kunnen. Nee, maar dat is ook best wel tekenend, hè? Want wij gingen daarna op visite, en Lee was zo overstuur geweest dat haar hoofd helemaal rood was en dikke ogen, dus ik had het best wel ver doorgetrokken. En uh, de visite zei: uh, oh, uh, wat heb je dan aangedaan? Het doet, weet je wel? En dus toen zei ik: ja, ik heb net uh, wat dingen gezegd en uh, dat was echt niet oké. Okay. Ik heb mijn excuus net even aangeboden aan Lee. En het is nu wel weer goed. En Lady zei ook nog uh, wat dingetjes erover. En toen zei dus diegene, nou, dat moet je nooit doen hoor. Hey, je excuus aanbieden aan een kind. Nee. Straks gaan ze over je heen lopen. Jij bent de baas, hè? En ik weet nog dat ik daar zat. Oh. Dat ik zei, we gaan. nee, <laughs> nee drink, drink even ja, je appelsappel. Echt? Ja, ja, nee, ja. <laughs> we gaan. Ja, ja, ja snap ik. En dat is wel, ja, weet je wel. Dat is wel. Ja, al vind ik het. Ik heb ook een soort. <laughs> ik vind het ook bijna aandoenlijk van deze persoon. Ja. Dat je denkt: ah, oh, goh. Ja. Als je daar dat echt al uit moet halen, wat, 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 ja, ik zou ook diegene wel een AI over de bol willen geven. Maar... Ja, we zien diegene ook nog. Nee, steeds okay. hoor. <laughs> Gelukkig. Nee, maar het is. Ja, ja, ja. ja. Nee, oké, okay, dus eigenlijk hoef ik mijn vraag. Uh, ik, ik, ik bedacht met een vraag van: als je, iets, als je iets anders zou kunnen doen. Nu met terugwerkende kracht voor die eerste zes jaar zou je dat dan hebben. Maar eigenlijk zeg je al nu. Ja, die fouten horen erbij. En daar leer je van helemaal als je ze toegeeft. En is niet te... ja, ja, en, ja, en we maken allemaal uh, ja. dingen mee die we verschrikkelijk vinden. Ik denk ook dat dat een belangrijk ding is om te. Als niemand heeft een, uh, een schone lijf van binnen. Nee. En al die wrijving uh, en al die. Is, uh... Dingen, die gebeurtenissen die we meemaken, maken uiteindelijk zeg maar hetgene, de persoon naar buiten die we van diep van binnen zijn. Ik bedoel, lady heeft toen ze drie was, uh, heeft ze haar recht, uh, rechterbeen helemaal verbrand. Uh, echt verschrikkelijk. Dat je een kruis hoort ah. waar je gewoon helemaal naar van wordt. Ik dacht echt van, nou ik ga nu gewoon flauw vallen of ik kotst de hele vloer onder. En dat Wiggert en ik haar opgepakt hebben en onder de douche hebben gezet. En dat ik de mayo uittrok en dat gewoon de vellen er oh. mee gingen. En dat ze alleen maar... Ik wil nu slapen! Weet je wel? Ja. Helemaal. Oh, weet je wel, dat. En oh, dat oh, je oh. echt... Alle triggers gaan bij je af. Want dat is gewoon het laatste wat je mee wil maken. Dat er iets met je kindje gebeurt. En ook dat, weet je wel, kom je weer te boven. En ook dat uh, maakt... Uiteindelijk een deel van leerde leven en van mijn leven, van ons leven samen, van hoe we, hier nou weer, hè, hoe we hier nu weer verder doorheen gaan, maar hoe we er ook weer een ander verhaal van kunnen maken. Ja, en, en... dit was iets van thee of zo, of uh, wat... uh, warme soep. Ja. ja, en even een beetje flauw, hè, maar ik ga het toch zeggen, want het was wel een gedachte die dan in mijn hoofd. Uh... Ja, en het is een beetje als uh, een waarzegger bellen en zeggen: Je wist zeker dat ik belde. Oh. Maar ergens ja. kan ik toch niet, denk ik toch, ja maar Marieke. Ja, dat wist ik wel, ja. J jij bent toch iemand die dat aanvoelt? ja. Ja. Maar je hebt het toch laten gebeuren, of hoe moet ik dit zien? Ja, uh, kon... ik zei, uh, Wichert ging de volgende dag ging hij, uh, naar uh, de jungle, naar de indianen. Was hij, twee jaar, niet, was hij twee jaar niet geweest? Dus hij was daar helemaal mee bezig. En ik dacht, nou, we gaan leuk uh, picknicken op de grond. Net zoals de indianen. Yeah, dus ja. Lea was ook helemaal blij. En okay, was... de soep uh, op de grond gezet. En ik weet nog dat ik de salade aan het snijden was. En dat ik dat gevoel kreeg van binnen. Dat het niet oké okay was. En ik, ik heb de, de hele dag heb ik dat gehad. En ik had s'nachts ook, ook gedroomd over een huis wat in de fik vloog. Ik okay. had, had s'nachts gedroomd over een huis wat in de fik vloog. Dus voor het eerst dat ik me dit herinner. En ik heb me de hele dag heb ik me onheimlich gevoeld. Maar ik dacht op een gegeven moment dat het heeft ermee te maken dat, dat Wigger gaat. gaat. Ja, ja, ja. En um, ik wou, we hadden die soep. weer gebracht die soep weg. En ik zat die sla te snijden. En ik werd er eigenlijk helemaal niet lekker van. Maar ik zat, ik zat eigenlijk uh, te zoeken en te kijken naar hetgeen wat er was in mijn huis en in mijn omgeving. Van Wat is er, wat, wat er nu. Wat, wat doet het nu dat ik me zo voel? En ja, Denk twee seconden later of zo hoorde ik Lea schreeuwen, dus ja, weet je. Ja. Intuïtief gezien waren er ja. 25, zijnen de hele dag door, ja. <laughs> uh, maar ik had het gekoppeld met mijn geest ah, aan uh, het vertrek ja, van Wichert. Ja, 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 ja. dus ja, weet je ja. En ergens heb ik me daar ook wel echt schuldig over gevoeld, want ik ben een keer na, naar een ortho- nee naar een chiropractor geweest. Ja. En die ging mijn benen masseren, mijn knieën en mijn been. En toen moest ik zo hard huilen. En uh, toen zei ik, ja, uh, sorry Lee, dat ik uh, die soep... Uh, en ik, oh. ik was me helemaal niet bewust van dat ik haar um, pijn en haar dingen daarin ook ben gaan dragen. Wow. Dat is ook wat moederschap inhoudt, want we zijn symbiotisch met ons kind. Uh, de moeder en het kind. Mm -hmm. En uh, dat is ook iets wat er gebeurt. Dus als het kindje iets meemaakt, Dan... of je er bewust van bent of niet. De moeder het slaat gaat... het ook uh, in, je, in ja. het lichaam op. Ja. Maar uiteindelijk is het ook weer mooi, hè. Want ik bedoel, of mooi, niet op... Om... Nee, maar en, dit is maar echt... het is bijvoorbeeld, Lee heeft vanuit haarzelf, vanuit de haar eigen natuur... is ze tegen iedereen gaan vertellen, zelfs mensen op straat. Ik ben in de soep gestapt en mijn hele been is verbrand en... Uh, Overal waar we kwamen, wekenlang heeft ze dat verteld. Ja. En wat fijn dat je dat gedaan hebt. Want daarmee reguleer je. En ik ben echt God om mijn blote knieën dankbaar dat ze dat gedaan heeft. En niet. En, en, en precies. Veel is geworden en dat ze, het niet, dat ze er niet aan nee, wilde, dat nee. ze er niet over wilde praten. Nee. Ze heeft het er nu eh, ja. als een keer. Oh, soep. Nee hoor, ik ga niet meer in de soep staan nee, hoor, weet zeker. je wel. Dus weet je dat. dat is wel mooi hoor. Ze zegt ineens. Denk ik, ja, dat is precies het verschil tussen een les en een trauma, zeg maar. Ja. Yeah. En, en normaal trauma's zullen er ook altijd zijn, maar... Ja, ja, mooi. Ja. Yeah. En, de, daar wilde ik eigenlijk naartoe, uh, dat vind ik een hele mooie les. En uh, het, ja, het, het voelt cliché, maar het is wel ook wat je net zegt. Dat je eigenlijk ja, geen fouten kan maken. Of ja, je kan ze wel maken. Maar jij zegt, op basis van een tekening, zeg jij op een gegeven moment, lieve... Je kan niet iets niet goed doen. Ja. Yeah. Je kan alleen maar leren. Ja. Yeah. Yeah. En dat is. Uh, ik moest ook. <laughs> ik weet niet of je die kent. Ik moest ook heel erg denken aan Hans Steven. <laughs> <laughs> ik weet niet of je die kent, maar dat gaat dan, heeft hier een tekening. En dan gaat hij gewoon heel erg, moet dit nou een mens voorstellen? Nou, ik weet het niet meer precies, maar die, gaat, die doet hem juist helemaal over de tol. En hij nou ja. gaat helemaal die, die tekening afzetten. Helemaal. <laughs> ja, helemaal roosteren. Ja, ja, dat kan echt niet. Maar goed, dat is, dat is, dat is koud, hè? Um, maar ik vind dit een mooie boodschap voor, voor naar je kind toe. Maar ook ja. vooral ook naar jezelf. Ja. Je, je kan... kan niet iets fout doen. Nee. Nee, en. Oh. Wat nou, of een eigenlijk, vind ik, eigenlijk vind ik het mooier, zoals jij hier zegt, maar dat is hetzelfde natuurlijk, maar je kan niet iets niet goed doen. Ja. Yeah. Dat is echt, ja. Uh, yeah. Jij zei al, je leest helemaal niet, dus daarmee. Uh, ik weet dat vorige keer hebben we volgens mij nog best wel drie boeken eruit gehad. maar ik dacht. Oh. Nee, maar het hoeft helemaal, helemaal niet hoor. Ik begin meer over boeken. Ik zeg je eerlijk, oh. dat is omdat we een sponsor hebben en die gaat over boeken. Oh. Dus er moet nu even een soort commercial komen voor, <laughs> voor die boeken. Maar. Uh, heb je ook dan niet bijvoorbeeld uh, het jagen, jagen, opvoeden? Nee, dat zeg je wel. Nee, oké. Okay. Nee, daar heb ik het met Wigert over gehad. Nee, oké. Okay. Het enige boek wat ik uh, heb, al elf jaar, is een cursus in Wonderen. Ah, ja, tuurlijk. Ja. En, en, en gebruik je dat nog actief? Ja. Ja, oké. Okay. Elke dag? Soms ja? vroeg? Ja. Ja. Oh, dan, vet. Uh, ja, ik moet het echt weer doen. Daar ga ik, ik wel heel freestyle mee om. Ja, ja. Uh, dus. Uh... Dan blader ik en dan klap ik hem open en dan uh, het eerste wat ik zie, dat lees ik. En eigenlijk nu sinds een half jaar of zo uh, lees ik dat ook hardop en dan hoor je leest soms, die stept dan door het huis heen en die hoort, ja, dat is zo, weet je wat terwijl het echt super theosofisch, yeah. super bijbels geschreven yeah. is. En maar, ook, nou, dit is grappig dat je cursus in monden noemt, dat iets niet goed doen. Het zit heel vaak van dit soort ja, bijna yeah. taalspelletjes in, met dubbele ontkenningen. Yeah. Of je, dat je denkt, het had veel makkelijker geschreven kunnen worden. Maar yeah. dat is juist de kracht ook. Yeah. Ik doe nu met Coach Janssen, dan heb ik een hele podcast serie ah, ja. gedaan. En we hebben nu 16 maart een uh, event. Weet ik ook, ja. Maar die is, is al zo. helemaal uitverkocht. Ja. Helemaal binnen een week heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, maar ja, het is en een fascinerend gaat... het onderwerp. Ja, dat gaat alleen maar over een cursus in Wonne. Maar ik vond het zo leuk. Jij ging daar een soort filmpje over maken. Jij maakt altijd echt wel toffe filmpjes. Uh, en daarin ging je heel erg zeggen, ik ben heel aards. En ik zweef echt niet. Ja. En ik, 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 toen dacht ik, waar, hoe, waar komt die behoefte? Ik voelde daar heel erg een soort urgentie om dat te benadrukken. Nou, ah, ik, ik geloof dat er een, een beeld is dat als je je uh, intuïtie wil verstaan, dat je moet gaan zweven. Ja, precies. Nee, Ik en, denk dat je gelijk hebt. Oké, okay, maar daar nog niet van. Terwijl nee. onze intuïtieve vermogens of onze uh, ziel het beste te verstaan is, is. Hoe aardser en hoe aanweziger we zijn. En aanwezigheid kunnen we alleen hebben als we in ons lichaam zijn. Ja. Yeah. En dat is eigenlijk wat ik daarmee... Probeer het zeg maar in een minuut clipjes. Nee, 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 maar ik, speel, maar dat ik is, snap Maar uh, dat, is, dat is geloof ik het meeste wat ik daarin mee wil. Dat, dat is wat ik mee wil geven. Dus het is eigenlijk hoe aardser je wordt. Hoe meer... Afgestemd, en hoe gronder. Ja, en, en hoe meer ja, eigenlijk ja, ja. al dat andere vanzelf komt. Ja in plaats van ik ga twee, drie, vier, vijf uur lang mediteren en ergens ja. in een space zitten, ja, dan komen we ja. daaruit, gaan we, moeten we eerst nog even weten van wie ben ik ook alweer, mijn voornaam, mijn achternaam, ik heb ja. geen idee en vervolgens ja. ga ik eten en weet ik eigenlijk niet eens goed meer nee. het, li het lichaam moeten doen. Maar het kan toch ook, ik bedoel. Het is een beetje en en. en. Ja, oké. Okay. Hey, mediteer, ik, zeggen. ik mediteer ook. Nou ja, <laughs> precies. En, en als je het hebt bijvoorbeeld over, en dat is een meer dat je het bijna ondergaat, maar over die, die transcendente reizen, yeah. waar, hè, wat dus ook in wetenschap en intuïtie zit, Ja. Yeah. dat is, ja, ergens is dat wel degelijk even lekker zweven. Ja, yeah. maar dat is dus ook, um, dat is wel heel bela uh, dat is ook wel belangrijk om te weten. TR is wel heel uh, lichamelijk. Ja. Yeah. Dus je... arts, ja, ja, het is nog best heel... wel aard, wil je zeggen. Ja, we doen het eerst in het lichaam. Dus het lichaam moet eerst in een soort bepaalde staat komen van bijna slapen. Ja. En dan is het lichaam zo zwaar en ontspannen. En dan kunnen we de volgende trap nemen. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is om te vertellen. Is niet van deze trap naar deze trap, maar van deze trap naar die trap. Dat begrijp ik niet. Niet van zweven naar aard, nee. maar van aard oh, naar ja, zweven. ja, Ja, oké. Ja, ja, ja. Okay. ja, ja, ja. En dat is ook een beetje de hoofd, hart, hart, hoofd misschien. Maar um, ik moet nog één keer plassen. En, ja. en, en ik denk dat we het allemaal gehad hebben, maar ik wil nog zoveel tips. Oké. Okay. Nee, dat is onzin. Ik hoef uh, eigenlijk niet heel veel tips meer in de zin van. <laughs> nee. nee, het is gewoon. Want het kan natuurlijk ook helemaal niet. Zoals ik gelukkig nog helemaal niet zo gek veel boeken heb gelezen over. Uh, nou ja. Uh, uh, het opvoeden van een kind. Want, uh, nou ja. Je moet het gewoon doen en je moet het gewoon voelen. En nou, precies waar we het hier, dit gesprek over hadden. Toch is het wel lekker. En dat vind ik nogmaals de kracht van jouw boek. Dat het is even, ja, voor mij bijna uniek. Even niet zo'n zelfontwikkelingsboek is met oké, okay, volg de tien stappen. Nee. En uh, die shit. Maar ondertussen zitten die lessen er natuurlijk wel degelijk in. Ja. En nog één ding. En dat, nou ja, nogmaals, ik verwijs naar, naar uh, het Intuïtie uh, online programma wat jij hebt. Kijk, hoe zie jij dat? Het hoofd kan ook wel degelijk een soort rol spelen in het hele intuïtieve verhaal. Want als ik uh, nou ja, uh, gewoon iets, iets, iets gewend ben om te doen, ik rij elke dag hetzelfde stukje of ik doe elke dag dezelfde handeling, dan heeft mijn mind uh, heeft dat opgeslagen. En als er dan ietsjes anders is, vanuit een soort gevoel. Dus wel degelijk intuïtie, zal ik dan denk, oh, er is iets niet goed. Snap je waar ik ja, Dus mijn vraag is eigenlijk, heeft het hoofd, of de hersenen, of hoe je het ook wil zeggen, nog een functie in intuïtie, een beetje, of, of zeg je helemaal niet? Ja, wel. Ja. Ja, het is het raam. Eigenlijk het, het doek. Waar Waarop het, het geprojecteerd. geprojecteerd wordt. Ja, oké. Okay. daardoor kunnen we de informatie renderen. Ja. En kunnen we het uiteindelijk uitspreken of er iets mee doen? We kunnen het verstaanbaar maken voor onszelf. Ja. En naast dat is de mind nodig om op ja. een bepaald soort frequentieniveau te komen. Het is gewoon letterlijk onze. onze wifi. Ja. Dus deze gaat afstellen, dan gaat deze open. Hè, als die niet open is, of verder open, of hè, noem maar, eens maar op. En dan, als we daardoor heen gaan, kom je bij de ziel of je onderbewustzijnen terecht. En dan. Dan heb je de, de hoofdweg te pakken, om het ja. even zo ja, te ja, zeggen. Ja, die, die, die vergelijking trekken we wel. <laughs> ja. ja, ja. Ja, dus okay. ja, het heeft een, het heeft een, het heeft, het heeft een functie. Ja. Maar ik denk dat dat het belangrijk is. is het heeft een functie. En het is niet alles. Het is niet het, het hoofdsubject nee. hoofd, uh, waarin eigenlijk nee. wij wel leven. Het heeft een functie, maar is ondergeschikt aan. Het is ondergeschikt aan, aan ons hart en aan onze ziel. Ja. Maar de, daarom is en we een, gebruiken het hoofd. Ja. We en daarom ja, we vind gebru ik, ik vind het raam of het scherm is eigenlijk nog beter, omdat in die end is het gewoon maar. Of maar ja, is het het doek waarop je het ziet. Ja. Maar het is natuurlijk niet het belangrijkste of het is niet waar het om gaat. Het is, het is, het is een apparaat. Een, ja. Ja, 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 vet. Hmm. Het is een soort. Uh, de dia-projector. Ja. En dan het licht en de informatie is de ziel of het hart, Soep. Ja. Dat komt op het doek en daardoor. En wat we... is het doek dan? Het doek is ook de geest. Ja ja oh ja. Okay. De geest en het. Oh dat moet ik eigenlijk denken aan dat theezakje, maar dat hoef ik niet ja, mee... nee, 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 ja, nu niet meer te doen. Nee, dat ja. hoef ik nu niet meer te doen. Nee, dus je hebt het apparaat, de de, 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 de... diaprojector. Dat, dat is, is het de... hoofd. Dat is het hoofd. En dan hebben we de. Het doek is de hoogste zelf, de, hè, de hogere geest, om het even zo te zeggen in de cursus in Wonderland-taal. Ja, ja. De heilige geest. Ja. En dan het licht met alle informatie wat eruit komt, is zeg maar onze intuïtie. Wat, hè, onze ziel, onze, ons hart, die projecteert dat zeg maar op dat witte scherm. Dan kan, kunnen deze twee componenten, onze hoogste zelf en onze geest, of onze mind, ons hoofd, kunnen de informatie gaan renderen ja. van oké okay, wat, wat heb ik net gezien wat, wat heb e ik net gehoord zo huh? en dan gaat het zo snel en dan zl, loop, en dan kunnen we daar wat mee of we kunnen er niks mee en zo werkt het Het is nog niet helemaal helder nou ik ik merk <laughs> dat ik het eigenlijk ja ik zit gewoon te denken ook oh, vinden een diaprojector vind ik toch heel belangrijk in het verhaal dan vind ik het hoofd toch bijna belangrijker dan ik dacht maar misschien is dat ook wel de realiteit natuurlijk want dat is precies Zoals jij ja. en ik hier zitten, laten we ook niet naar doen. Uh... Ja, maar als, het, ja, als we dat licht en uh, de informatie, de dia slides niet hebben, nee. dan is het niks. Dan is het leeg wat eruit komt. Ja. Dus dan is het iets wat we automatisch eigenlijk altijd doen. Ja. Leeg. Ja. ja. Een leeg omhulsel of een gevuld. Precies, hulsel. ja, ja, ja. ja, nou ja. <laughs> En hoe, denk jij, als het gaat over gevoel, en, en, en we kwamen al bijna aan een soort non-duale, alles is één-achtige <laughs> vibe, wat ik echt lekker vind. En ik dacht, kijk, er is geen enkeltje, er, er is namelijk zoiets als de mamma-politie, ben ik achtergekomen. Als ik dan iets, oh? ja. ja, als je iets op Instagram, dan post, en, en nou, hè, dan, ja, dan is bijvoorbeeld Zwitserland, ik noem een random voorbeeld, ja? is uh, toch echt niet goed. Oh, joh. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat dan met de beste be bedoelingen mij gaat tippen hoor. Dus ik vind het ook een soort liefde van: oh nee, dat zou ik niet doen. Ja, ja. Ergens denk ik: joh, laat mij gewoon uh, zitten gebruiken. Zwitsan, ja. um, nou, dit, er is geen enkel. Uh, nou, er is één ding wat de mama, maar dat zal geen mama politie doen. Maar wat ik zelf een beetje had op basis van jouw boek. En dit gaat heel ver, hè? Oké. Okay. Dus. is ja, een goed gevouwen, dus. Ja, nee, nee. ja maar dit, sorry. Dus er is één verhaal in. waarbij zij. het liggert op pad gaat. Zij, ik moet erom lachen, omdat ik me er echt wel iets bij kan voorstellen. En dan gaan zij kwallen. nou ja, met stokjes in. Ja, dat is gewoon. Yeah. Uh, dat hoort allemaal bij het leven. En, en jij bent dan. nou oh ja, laat ik twee lessen geven. Want dit vond ik machtig mooi hoe jij ermee omgaat. Zij komt helemaal enthousiast. Terug met dat ze dat gedaan heeft, jij denkt: Oké, okay, ik vind het niet oké, okay, maar het heeft nu geen zin om dat te zeggen. Zij is super enthousiast hierover. Ja. Dus ik laat dit even om vervolgens later wel terug te komen op: Wij doen dit niet, wij gaan geen kwallen. Geen levende wezens. Nee. nee. Oké, okay, nu sla ik door. Maar het antwoord heb je al gegeven letterlijk toen je hier binnenkwam. Uh, want dan gaat zij bloemen plukken voor de kwallen. En ergens iets in mij was toen hij dat last dacht ja, maar dat is, ja, ja hoezo maak je die, hoezo pluk je die bloemen? Wauw. Wow. <laughs> ja. Nee, ja, het is, het, ik bedoel het echt niet vanuit een soort kind, maar ik had dat gevoel. En vervolgens het leuke is dat ik hier aan twijfelde of ik dit te berging ging brengen, omdat ik het namelijk ook, ik weet gewoon dat als mensen zeggen dat je vegetarisch bent, dat ze gaan zeggen, ja, oh, planten mijn ook gevoel. Zo dus gooit het een beetje, in, dan gaan <laughs> mensen het echt een beetje als een soort ding. Maar ik, ik zat er toch mee, omdat ik zelf best wel, ja, ik ben niet droomser dan de pauze, maar ik dacht wel van. Nou ja, en vervolgens kom jij binnen hier. Met een bos bloemen. Ja, <laughs> <laughs> vond ik fantastisch. En vind ik het bedoel, dat is ook. Maar ja, goed. Nou ja. Wat ik daarvan denk, ik. Want uh, jij zo gevoelig ja, Jij bent een gevoelig uh, persoon. Omdat, je bent, uh, ja. Andere ja. verhaaltjes in het boek, en ik denk, dat heb ik dan niet daarbij geschreven, maar Lee krijgt heel erg mee dat je kan praten. Uh, of lieve, hoe lieve. Ja. <laughs> lief krijgt heel erg mee dat je kan praten met bloemetjes en de plantjes. En uh, je, je leest ook in de verhaaltjes waarin ik vraag naar, heb je gevraagd aan het bloemetje of ze geplukt mocht worden? Ja, oh, dat klopt inderdaad. Ja. Oh, dat klopt. Misschien kwam daar ook wel dit vandaan. En, uh, en dat dus als Leetje bloemetjes of plantjes plukt, net zoals de moeder, dan vraag je altijd aan het bloemetje of dat mag of niet. Ja, ja, ja. Mag het? Dan mag je dat doen. Ja. Mag het niet? Dan laat je ze staan. Ik wil je onwijs bedanken voor de mooie bosbloemen. <laughs> ja, wijs Ik wil je onwijs bedanken voor het, het delen van jouw brieven aan je dochter. Is het iets waarvan je nu al denkt van... Hé, hey, want het is best wel een soap En het is wel goed dat je dat nog even zegt. Lieve, eh, nou ja, geïnspireerd op zoals dat gaat met een roman. Ja. Uh, maar je voelt ook een beetje de tijdslijn en wat ouder. En, uh, komen er meer brieven, denk je? Um, ik zeg nu nee. Nee? Oh. Ja. En, en waarom? Nou, dat kwam eigenlijk doordat ik uh, zaterdag mijn workshop gaf, Ja. Uh, bewust ouderschap. En dat was zo'n, dat was echt een openbaring. <laughs> ik ging zitten op de stoel en uh, ik heb een hele lange tijd geen uh, events of dingen in real life gegeven en ik ging zitten. En meestal heb ik zo'n dingetje wat ik doe omdat ik dan uh, uitklik en dat ik dan lekker uh, mijn ding kan gaan doen. Ja. En uh, ik was bezig en, ik, en op een gegeven moment hoorde ik gewoon tegen mezelf zeggen: Je moet het wel over kinderen gaan hebben. Oh ja. Ja, ja, ineens was er, ja. Oh ja, dacht ik. En ik was bezig over bewustzijn en over het ontstaan van golven en dingen en zo. <laughs> en. en en toen, toen ik dat bij mezelf hoorde: ik moet het over kinderen gaan hebben. Is het, ik bedoel, mensen zijn helemaal blij geweest. Wat, ik wil het zeggen, we, we, in de end blij. gaat het er en wel degelijk ik had, mij, ik, snap je. ik had pauze met mijn team en uh, die zaten allemaal te eten. En ik had zo'n shake. Ik zat daar. Het eerste wat ik zei was: oh. Dit is helemaal niet de bedoeling <laughs> dat ik dit doe. Okay. Mijn boek wel, was helemaal de bedoeling. Ja. Maar dat ik hier verder op doorga of okay. dingen ga doen, helemaal niet. Oh, wat grappig. En, het, en, het, ik, oh, en okay. uh... wat ik vind het mooi: Wichert heeft een cursus over gemaakt waar ik met liefde met hem over gesproken heb en ja. ook gedaan heb. Ja. En ik weet dat jullie zelf ook laatst iets deden in de buurt van Valentijnsdag ja. met een relatie ding. Dus ik, maar ik vind het wel top dat jullie delen. En kan er ook, ik ja. kan, het, het inspireert mij. Nee. Maar uh, nee. Okay. nee. Nee, nee, nee. Maar goed, en, en, en het was ook voor het eerst. Ik werd zondagochtend wakker na, na het event. En ik was. Ik kan met alle eerlijkheid zeggen dat ik tot op mijn koor gewoon helemaal moe was. Nou, dan en is dat nog nooit meegemaakt. Oké, okay. dat hebben we nog nooit meegemaakt. Oké, dus nee. nou dat is een duidelijk antwoord. Dat was voor mij een heel duidelijk antwoord. Meer maar... cursus in woorden en ja. meer, meer intuïtie, wat daar ook uh, ja. echt nauw mee verbonden is. Ja, dus mijn boek is er in. Uh, ja. um, die gaat helemaal geweldig. Het is een natuurboek van de maand geweest. En een poëzieboek. Ja, Dus dat is het ook uh, zeker. helemaal geweldig. En uh, ik ben blij dat ik er daarmee heel veel vrouwen en mannen en oma's en kinderen mee kan helpen. Maar er komt niet. Uh, liever groeit op en wordt twaalf uh, nee, jaar. Nee. Nee, misschien, nu zeg ik nee. Nee, oké. Okay. Nee, nou, okay. ja, je zegt nog even, misschien is het, als je als het niet voelt, dan moet je het ja? dan, maar, omdat jij poëzie zegt en dat is het namelijk echt, maar dat is misschien helemaal niet goed overgekomen, omdat ik alleen maar een beetje soort feitjes aan het vragen ben met hoe zit dat en uh, is er een soort favoriet? Want het zijn best wel kleine dingen, dus misschien kan ik je vragen eentje. Voor te dragen. Een stukje uit Brieven aan mijn dochter. Korte ja. verhalen over bewust moederschap. Ja, dus het poëtische, zeg maar. Ja. Marike van Meijeren. Lieve dochter, en daar ga je. Net als onze wijze berg, die in een winterse nacht in één keer kan besluiten om een onveilige plek te zijn voor ongevraagde bezoekers en haar lawines loslaat. Bulderend, schuivend en alles verwoestend. Zoals onze berg ook van gedaante kan verwisselen en een vulkaan is, die miljoenen jaren op een sluimerstand heeft liggen slapen. En nu haar gloeiende, gloeiende lava uitgespuugd heeft over haar hele omgeving. Wat een golven en wat een gevoel. En wat zie ik je veranderen voor mijn ogen? Mijn vierjarige meisje zwemmend, onderduikend en rood aanlopend in haar poel van gevoel. Ik geloof mijn eigen oog bijna niet. Dit hebben we nog nooit eerder mogen meemaken en het ging ook zo snel. Mijn woorden, je mag geen jam, want dat staat niet op tafel, is de trigger die alles ontvlamt in je. Je springt van tafel, schreeuwend en huilend en je rent naar boven naar je kamertje. En ik, ik blijf even achter, zittend en denkend en vooral voelend. Even ademhalen en dan begrijp ik je. Ik begrijp dat je verstopt en van mij wegrent, want wat een groot gevoel is dat. Wat is schrik voor jou en wat eng als je zoiets zomaar overmand en je geen idee hebt wat er van binnen in je gebeurt en wanneer zoiets ophoudt. Ik schuif weg van de houten eettafel en laat er een vaasje achter. Laat het voor wat het is. Ik loop stilletjes de trap op en doe je deur op een kier waar ik net doorheen pas. Ga weg, mama! schreeuw je naar mij en niet één keer, nee, meerdere keren. Ik ga naar je bed zitten op de grond. Mijn hart laat ik even breken voor de deur zodat ik alle stukjes van bedachte machteloosheid kan laten gaan en mijn hart weer aan elkaar kan lijmen met liefde en eenheid als plaksel. Zodat ik daarna steeds maar weer kan zeggen vanuit volwassen moederschap: Ik ben er, ik ga niet weg, we doen dit samen. Je schreeuwt, duwt me weg terwijl je je verstopt onder je deken. Oké, okay, praat is een te grote prikkel voor je. Ik besluit stil te zitten en binnen een minuutje schreeuw je niet meer. Heel zachtjes. Alsof ik mijn weg eindelijk door de lawine heb kunnen vinden en ik een gaatje vind waar het daglicht doorheen mag schijnen, vind ik met mijn vingers jouw vinger. Ik raak je aan, heel zachtjes, en wacht af wat je doet. Ik voel je vingertje om mijn vinger komen en besluit met al mijn liefde en rust je handje te aaien. Het mag. De zon breekt door het sneeuwgaatje, door het gaatje heen en ik kruip mijn weg naar boven door de lawine van sneeuw heen. En het daglicht ontvangt mij met een bevrijdend gevoel. De deken mag van je af en je kijkt me vermoeid aan met een rood doorlopen gezicht. Kom op je bedje zitten en til je op en zet je op mijn schoot. Je lichaam helemaal moe en zwaar. Je hoofdje leg ik op mijn borst neer en ik aai je over je wangetje en zeg: Poef, lieve. Dat was een groot gevoel. En wat een moed was daarvoor nodig om dat zo te voelen en te uiten. Dat heb je goed gedaan. En weet je, je deed het niet alleen. Mama was erbij. Samen lieve. Samen maakt het makkelijker en veiliger. Ja, mooi gekozen fragment en uh, de, uh, ja, helemaal top. En ik, misschien ga ik hem wel van je rippen en als, uh, als ondertitel voor deze podcast de pool van gevoel. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat is het wel. Ja, een pool. Ja, ja, dat is wat het is. Dankjewel je Dankjewel dat Dank je wel, ja, dat was Top. Uh, dit was Koekeroet. Tot de volgende. Zonnig roet. Bye.